Hallo vriendelijke vrienden van het goede leven. Daar was ik weer met een gloednieuw stream. En vandaag is de dag dat we gaan winnen, jongens. De strijdlust is groot. Het is namelijk tijd voor Monkel versus Saar. En we hebben dit al een keer eerder gedaan. Wat gebeurt er hier met mijn haar? Ik ben naar de kapper geweest, jongens. Mooi rood is niet lelijk. Nee, het is weer geverfd. Oh, het is alleen... Het zit een beetje wild. Komt door mijn ventilator, denk ik. Dankjewel, Aramis. Ik wil deze chat zien supporten. Niet normaal. Jongens, jullie moeten mij supporten. Team Saar, ik zet zo de squad stream aan. Kunnen jullie beide kanalen volgen? Lekker switchen tussen chats. Doe dat ook zeker. Drop een keertje op bij Monkel. En hopelijk de kijkers van Monkel bij mij. Zou ik hartstikke leuk vinden. We gaan natuurlijk 51 Worldwide Games spelen. En we hebben... Om eerlijk te zijn, nog geen regels bedacht. Als in, welke minigames gaan we spelen? Hoeveel minigames zullen het zijn? Dus we gaan zo eventjes eerst in discussie wat we überhaupt moeten halen om de winst te pakken. Ik stel voor dat als er mods zijn, dat die ik alleen maar vier per rij, precies. Maar ik gok dat Monkel dat geoefend heeft. Ik gok dat we... Dat het misschien helemaal niet voordelig is voor mij. Misschien gaat hij gewoon allemaal, heeft hij allemaal strategieën opgezocht als het gaat om vier per rij. Doe random games, dan weet je niet wat je krijgt. Ja, maar niet alle minigames zijn denk ik geschikt. Dus we moeten echt even kijken welke we allemaal gaan doen. Je bedoelt Monkel geen punten geven. Precies, Steve. Alleen jij mag dat weten. En dan moet ik de squadstream zo even aanzetten. Oh, moet ik wel een... Team Saar. Kijk. Hey Bill. Hoe is het? Zo. Hashtag Team Monkel, dat is verboden om hier te zeggen. Het is alleen maar Team Saar. Gynaecoloog, welkom. Leuk dat je erbij bent. Ik heb momenteel geen gynaecoloog nodig, maar mocht ik er eentje nodig hebben, dan ben je de eerste die het weet. Zit Monkel in Team Korok? Nee, daarom moeten we hem afmaken. Nee, grapje Steve. Iedereen buiten team Korok is ook gewoon leuk, maar Monkel zit niet in Team Korok. Nee. Hey, Jesse, Team... Ook al heeft hij strategieën opgezocht, laat ik gewoon het vertrouwen hebben dat ik gewoon beter ben in vier op een rij. Ik leg de lat wel hoog voor mezelf. Misschien, ik heb al een tijdje geen vier op een rij gedaan. Dus misschien gaat dit wel heel erg fout. Let's get ready to be rumble. Echt, Jessica. Hallo? Saar? Ja? Je hebt door mijn intro heen gepraat. Echt? Je had jezelf niet gemute. Dan ben je gone. Oh, oké. Nou, dat zie je ook niet. Ik moet even die squad stream aanzetten. Dat ga ik nu doen. Ik had al wel... Starten. Ik zit er wel in, toch? Moet ik nog wat doen? Ja, ik heb nu in squad met Monkel beheren. Ja. Hoe doe ik dat? Hoe kan ik dat nu zien dan? Wacht. Rustig, jongeman. Oké. Hé, hey, maar Sarception. Ja? We hebben gewoon dus geen eens regels verzonnen. Nee, dat gaan we niet dit doen. Dit is gewoon puur uit agressie is het ontstaan. En het enige wat we hadden was... Ik heb het linkje in de chat gedropt. Dit is de... Die ga ik ook even in de comment zetten. Nice. Oh, dan kan ik beide chats ook zien, toch? Dan kun je switchen. Nee, dat kan dus niet. Hoezo kan dat niet? Je kan niet beide chats zien. Je moet dus op een hoofdje klikken. Nee, je moet dan... switchen inderdaad iedere keer. Dat wel. Maar je kan ook gewoon naar mijn kanaal komen. Dan is het ook prima. Nou, ik zit er naar je haar koekeloeren, Saar. Je bent echt weer op ginger, hoor. Ja, ik heb vandaag mijn haartjes weer geverfd. Ik dacht speciaal voor deze stream. De vorige keer had ik ook iets geks met mijn haar. Nee. Ja, dat was wel... Ja, maar dat is die in het echte leven ook hoor, Rens. Maar ik wil hem best wel iets zachter zetten voor jullie. Ik heb jou bijna op 200% staan. Ik hoor nog steeds, echt maar net.
Hoe kan dat? Dat snap ik echt niet. Omdat je gewoon even wat luider in dat microfoontje moet... Nee, dat ding zit bijna in mijn bek. En iedereen zegt het. Alsof gisteren Jul ook. Van, heb jij je mic in je kont zitten of zo? Of zo. Nee, je moet mij niet op ons zitten. Jij wil echt kapotte oren hebben vanavond. Ja, maar ik hoor jou ook helemaal niet zo heel hard. Maar ik denk ook wel, ik heb wel een beetje het idee dat wij straks bovenmiddel veel lawaai gaan maken, hè, met z'n tweeën. Ja, maar blijkbaar val ik dan uit, dus dat is al fijn. Ja, dat is fijn voor iedereen eigenlijk. Je kan ook gewoon gelijk op mute gaan, dat is ook beter voor iedereen. Ik had die problemen ook, maar dan heb je misschien ergens ruisonderdrukking dubbel aanstaan. Oeh, dat kan trouwens, dat ik dat in... mijn OBS. Okay. Zou dat boeien? Is gewoon lekker. Ik vind dat je lekker bezig bent. Hey Floor, leuk dat je in mijn chat bent een keer. Ja. Ik ga dat niet uitzetten. Vorige keer waren er ook veel overlopers, hè. Dat was echt goed als dat. Nee joh, jongens, vanavond gaan jullie niet overlopen. Jawel, het gaat gebeuren. Even serieus. Ik weet ook waarom. Ik denk dat ze de eerste keer nog een beetje zo aankijken... Hoe het met je gaat. Dankjewel voor die 100 bitjes, Torrent Chesto. En dan begin ik nu alweer. Hashtag Team Monkel. Ja, bedankt voor je geld. Ja, oké, we gaan wel weer gewoon zo doen dat gewoon niet weer elke keer dat jij gaat zeggen subs en zo. Ja, suppie! Ja! Lassie! Hoi! Ik ga deze man zachter zetten. Ik heb er inderdaad spijt van, jongens. Huh? Ik ga je nu zachter zetten. Ik kan het nu al niet meer aan. Ik heb je nu 150%. Dat is wel. Ik ben niet altijd heel luid. Ik ga je nog zachter zetten. Wacht even. Oh ja. Ja, nog zachter. Onder min 10%. Dat je gewoon geluid hebt. Ja, dat je gewoon niet hoor. Hey, dankjewel voor die 100 bitjes, Brian. Super lief. Normaal. Dit is echt niet normaal. Je bent nu al... We zullen gewoon stoppen met streamen anders. Je bent al binnen. Jongens, die bitjes die mogen op dit kanaal. Laten we dat even... Zullen we dat afspreken? De bits op jouw kanaal en de subs op mijn kanaal? Nee. Dan draai ik het liever om. Hoezo? Of beide. Doe maar beide op mijn kanaal. Ik vind dat jij echt gier bent. En een egoïst. Auw. Hey, zullen we even wat regels gaan afspreken? Ik ga even de game in ieder geval aanzetten. En dan moeten we even kijken welke minigames we überhaupt gaan doen. En hoe vaak we ze gaan doen. En wanneer je dus de winst pakt, want... We zijn gewoon kwaad op elkaar, maar verder... Kun je even vertellen waarom? Omdat je een goed antwoord had. De coronakilo's. Dat zal het zijn. Hij wist dus het meest verkochte boek van Harry Potter. Zonder ooit Harry Potter gezien of gelezen te hebben, hè? Dat even erbij, hè? Ik vind het heel knap. Ja. Dat je dan gewoon door je stoel zakt. Het is gewoon ongekend. Ja, ik was gewoon enthousiast, ja. Maar ik ben wel vaak enthousiast op mijn stoel geweest. Maar ik denk hey, cutie, Mokkeli is de beste. Maar dit was de emmer die de druppel deed overlopen. Hey, dankjewel Torrentiesto voor die 100 bits. Team Monkel is de beste, wordt er gezegd. Ja, ik heb hier zelfs al mensen in de chat die zeggen van... Hey, ik mag geen Team Monkel en zeg geen Star Chat. Hey. Gezelliger, Team Saar. Ik ga even de game aanzetten. 51. Ja, Switch al echt aangeslingerd hoor. Wacht, waarom vindt hij die game niet? Oh, Clubhouse Games. Ja, het is Clubhouse Games. Yes. Gaan mensen het nou weer team? Echt, mijn stoel, ik kan hier niet op zitten joh. Maar is die echt gescheurd? Wacht, ik wil dit zien. Gescheurd? Oké, kijk nu op mijn stream en zie wat ik kijk nu. Ik kijk nu. Ik zit te kijken. Oh. Wat ben jij geel, joh? Sinds wanneer ben jij zo geel? Ja, ik heb mijn lampen niet aanstaan. Vanwege de hitte. Oh. Wat de fuck is dat? Is dat je stoelpoot? Ja, die is gewoon afgebroken. Kijk dan. Wat de hel? Ja, maar ook niet echt gewoon een beetje afgebroken, maar echt. Nou, dat wordt geen pannenkoek eten, Mokkel. Lijkt me niet zo verstandig. Dit, joh. Ja, dat is gewoon kut. Laat ik gewoon eerlijk over zijn. Oké, Torrentiesto, Torrentiesto, welkom bij mijn stream, jongen. Thanks for the follow. Laat die bits maar rollen. Hey, dankjewel trouwens nog voor die bitjes, Torrentiesto. Ik ga wel naar Team Monkel. Ja, nee, dankjewel. Ja, daar gaan we. Het begint gewoon nu al. Daar hou ik echt zo veel van. Ik hou echt van jouw chat. Ik vind jouw chat eigenlijk gewoon de leukste chat.
Echt? Dat vind ik niet. Ja. Ik vind dat ook. Ik ben het daarmee eens. Alhoewel, ik vind jouw kijkertjes ook wel cute. Ja, ga ik eerlijk nice, op zijn. Ja, maar ja. Wij hebben ook, wist je dat wij echt heel veel... Ja, door Chester... Chat, en dan vind je als het goed is het linkje. Zal ik vast de dead chat emote droppen bij jou? Of, Oprotten, onkel. Oh, dat is echt pijn. Ja, ik wil wel zeggen, de vorige keer was echt leuk. Mario Kart was leuk. Zeker. Het heeft heb ik ook ongekend gewonnen? Maar... Dan heb ik pech, I guess. Nee, dat is een grapje. In dat geval is het een grapje. Zou je eens weten hoe dat moet? Boomer! Hey Pim, microfoon is stuk. Ik heb ruis. Pim! niet vertellen! Niet vertellen aan mijn kijkers dat ik toch dingen aan andere mensen vraag. Ja, dan vraag ik het aan mij. En dan zit ik echt weer te appen. Yo, die microfoon, hoe werkt dat? Nee, dat ga je. Stiekem vragen we indirect gewoon alles aan Egbert. Ja. Egbert! Ik ben zwaar vertrouwen verloren naar Mario Kart. Dus nu ben ik... Nou, nee. Meer. Ik ben heel erg goed hierin. Ja. Ik zweer het. Je hebt één potje Mario Kart van me gewonnen. Nou, gefeliciteerd, dat is echt jongen. Niet waar. Het waren echt een stuk of vijf. Ja. Lul niet. Ik heb echt meer dan één gewonnen. En toen ging jij op een gegeven moment vals spelen. En je hebt me ook een keer gediddeld. Wat loer je nou, joh? Ja, thanks voor die 100 bitjes, Toronchester. Grote episode. Serieus, Toronchester? Allemaal naar www.twitch.tv/monkloid. De stream waar je echt zieke gameplay gaat zien. Waar mensen wel binnen de games laten zien. Het is ongelooflijk. Je bent zo gemeen. Nee, sorry. Hey, ik heb een hobby gemaakt. Dat ik weer met jou mag gamen. Ik vind het echt oprecht leuk dat ik weer een potje met je mag gamen. Echt, een beetje. Ja, is gewoon een eer. Of Hell zegt, Sarah, beautiful, I love you. Nou, dankjewel, Tyre. Super lief. Kijk eens, heb jij ook zulke mensen in je chat? Wow, Kenji! Dankjewel voor die 5 subjes! Ja! That's insane! Ik ga naar huis. Ik ga echt naar huis. Dankjewel, Kenji. Hebben. Zo niet. Laat het achterwege. Ik word altijd 5 subjes. Dat is echt niet normaal. Gaan we weer zo'n sub-battle houden? Ja, op zich. Ik vind het een goeie, jongens. Oké, dat is een extra punt, ja. Wie de meeste subs heeft... Ja, maar dat beginnen we wel vanaf nu. Nee, dat is niet eerlijk. Ik heb er net 5 gekregen. Ja, maar daarom... Ik vind het een goede regel. Hij okay, gaat... 5-1 voor jou. Ja, dankjewel voor die sub, Tico! Hoppakee. Holy shit. Thanks. Hey, steps, ik heb jongen. Een lobby gemaakt, hè. Daar moet je even ingaan. Lekker dit, hoor. Dit is goed. Dit is goed. Die man raakt afgeleid van een subje, jongens. Ja, dat, ik ben sowieso al afgeleid als ik echt een vlieg zie vliegen. Dan ben ik hij gaat gewoon niet in mijn lobby. Ik moet die game nog opstarten, joh. Ja, ik heb al een lobby aangemaakt. Oh ja, maar ik zit nog gewoon lekker in de Just Chat. Er zitten allemaal dezelfde 5 subkeers, weet je wel. Maar mij maken ze zelfs aparte accounts aan, weet je wel. Dat is echt... Niet normaal. Dat is echt niet normaal. Kijk, 51 games. Annie vraagt, waar heb je die Helion Shield vandaan? Die heb ik gekregen, die heb ik niet zelf gekocht. Dus, I don't know. Ja, dat is echt leuk als je een cadeautje krijgt die je nu niet hebt, hè. Dat is echt waar. Dat is echt chill. Dankjewel. Ja. Jammer dat er een of andere kraai af en toe in mijn oor tettert, maar... Ik ben het hier niet mee eens, jongens. Ik heb gewoon zo'n stil, rustig stemmetje. Jij daarentegen. Doe ze een kraai na? Nee, ja, doe jij eens een kraai na? Ja, dat was echt een goede imitatie. Oei. Shots fired, auw. Ik ga online, moet ik dan? Ja, met ik vrienden. Ik jij geef. Hey, Tretjesto, tagged me die sub! 5-3! Money. Jongens, dit gaat niet money, de goede money. Kant op. We hebben net een voorsprong opgebouwd. Het is 5-3, jongens. Het is 5-3 nog verzaakt. We gaan dus het beeld core subs verbreken. Het is een extra punt, Saar. Wie de meeste subs heeft, krijgt een extra punt. Wat een geldwolf hier, jongens. Niet bij Monkel subben. Alles voor het geld, Dai. Ja, ik zou echt serieus
Ja, noem iets en ik doe het voor geld. Echt. Dankjewel, Anita. Ik heb hem wat zachter gezet, Noëlletje. Ik heb een hype train level 2 zelfs. Die man zit maar te schreeuwen. Het is niet te geloven gewoon. Oké, lobby kiezen ga ik. Dankjewel, Anita. Dankjewel voor de subkiffie. 5-3. Ik had die spatiebalk ingesteld. Ik heb hem nog Steve niet zegt, ik wil niet eens een sub bij Monkel. Oh. Auw. Die is best pijnlijk. Ja, gewoon dat iemand het gewoon echt niet wil. Dus als je nog geen gift krijgt, Steve. Ja, ik ga hem nu giften. Ja, maar wat nou? Jij bent echt zo iemand die vervolgens dat punt claimt door jezelf gewoon allemaal gift subs te geven. Ja, dat ga ik doen. En weet je wat chill is? Dat is heel mag ik niet zeggen trouwens, anders word ik banned. Ja, ik wou dat zeggen. Ik zou het niet doen. ik denk dat ik weet wat je wilde zeggen. Hey, Torietje Stone, thanks voor die 300 bits. Let's go. Ik wil eigenlijk ook gewoon laten weten dat ik het heb, weet je wel. Oh, Tijn zegt, hebben zo weinig mensen sub bij Monkel dan? Hier is bijna iedereen sub. Ja, bij mij ook, maar ik heb gewoon geen kijkers. Uitroepteken Monkel in de chat, jongens. Dan krijg je een leuke... Ik heb liever 50 winnaars als kijkers dan 150 losers. Weet je wel, dat... Auw? Horen jullie dat, jongens? Nee, ik hou van jullie. Ja, dat zou ik ook zeggen, omdat je subjes wil. Nee, weet je, dat is gekeken onze stats, hè? Maar onze viewers zijn gewoon bijna voor 35-40% hetzelfde. Is dat zo? Ja. Ik geloof daar niks Wij van. Wij hebben de meeste common viewers. Echt? In ieder geval, nice. Voor mijn kanaal wel, ja. Zit jij in de lobby nu, trouwens? Ja, echt ongeveer een half uur al of zo. Oh, oké, maar laten we eerst even de... Laten we eerst even regels verzinnen. Ja, ik kan wel... Hey, dankjewel, Adikaatje. Shout-out. Subgiftje. Dat betekent dat we 5-5 staan. Shit. 5-5. Jongens, het gaat niet goed. Er is daar gewoon een hype voor gegaan. En nog een keer 100 bits van Torin Chesto. Saar is een loser. Wow. Torin Chesto, wat de hel... Sinds wanneer ben jij gewoon... Jongens. Torin Chesto is binnen. Wat een overloper. Ik hou van je, Torin Chesto. Je bent nu al mijn lievelingskijker. Wat een overloper. Hij is mijn lievelingskijker vanaf vandaag. Ik kan niet anders zeggen. We zijn er niet begonnen, Lars Boom. We moeten namelijk eerst nog even de regels verzinnen. Ja. Saar, wat is... Goed ik had opletten, wel guys. Oprecht een idee in mijn hoofd. Oké, okay, vertel. De winnaar wint, gaan we doen. En... nee, ik dacht we doen best of... hoeveel doen we? Nou, best of 17 of zo. Dat is wat we doen, toch? Ja, en dan op zich. En dan de waarom verliezer... 17? Dat is echt heel specifiek. Waarom 17? Ja, dan moet je het best tot 9. Dan heb je 9 en heb ja, oké, okay, ja, ik snap hem. Dat is ja. Op zich okay, wel een leuke avond, toch? Ja, dat is top. Ja, ja okay. Dat is top. En ik dacht, de verliezer mag dan het volgende spelletje uitkiezen. Waarom de verliezer, niet de winnaar? Ja, omdat als je wint, dan ga je elke keer hetzelfde kutspel kiezen. Oh, op die fiets. Ja, en je mag ook niet... Ja, dankjewel, Torin Chester, nog een keer voor die... Dit is echt heel erg. En ja, we hebben bijna hyper in level 3 ook. Bijna level 3. What the fuck? Ik heb, dus ook echt, ik heb ook het gevoel dat iedereen is overgelopen naar Monkel momenteel. Ja, jongens, kom terug. Ik mag voel ik een me eenzaam. Mag ik hashtag Team Monkel in de chat? Mag ik hashtag Team Saar in mijn eigen chat? En in die van Monkel? Het blijft een dag stil, kan je. Maar ik dacht dus, dan doen we dat. Ja. Nee, ik ben het hier gewoon mee eens. We gaan niet voor. Maar ja. het startspelletje is dan wel 4 op een rij, gezien we niet kunnen kiezen. Iemand heeft een typfout gemaakt in de zoekbalk van de webbrowser. Die heeft twitch.tv slash monkloot.tv ingetoet in plaats van slash Saar. Want het feest krijgt team Saar in de chat. Ik dacht al, huh? Ik ga hier gewoon niet op in. Ik reageer gewoon niet. Hey, maar het eerste spelletje is wel 4 op een rij. Anders ga ik niet akkoord met de regels. Nou, die gun ik je. Ik gun je die gewoon. Ik gun jou gewoon 4 op een rij eerste pot. Oké, okay, top. En ik mag beginnen dan. Want jij hebt het spel gekozen. Nee. Dan wil ik een ander spel. Wat is dit dan weer? Waarom? Nee, maar ik wil gewoon beginnen. Oké, okay, wacht. Ja, dat is goed. Wie begin mag er beginnen, jongens? Yo, jij mag gewoon beginnen. Polletje. Ga alsjeblieft beginnen. Echt, ik gun het jou. 4 op een rij. Echt. Ik gun jou eigenlijk gewoon de wereld. Let's go, guys. Ik doe... Oh, hype train. Tijn, hou jij de score bij? Denk je dat je mij kunt verslaan? Oh, moet ik score? Ja, het staat 1-0 voor mij. Er staat gelijk in subs. En ik zal trouwens mijn machine even naar de switch spannen. Ik moet me echt focussen, guys.
Ja, het is zo tjuk-tjuk. Oké. Ik vind het echt spannend. Ja, vind je het echt spannend, ja? Ja, ik vind wat het wat vind echt je er spannend aan? I don't know. Sarah is Spellenjunk, dankjewel voor dat subje. Nee, dat staat een 6-5 voor jou ook. Nice. Monkel mag niet winnen. Monkel mag niet winnen. Niet waar. Dat vind ik een heftige uitspraak. Maar ik ben wel beter dan Saar. Ja, dat heb je zeker. Ik zou daar maar niet zo zeker van zijn, jongeman. Dit gaat echt lekker pro in 4 op een rij. Hij nee, dat vind ik niet. Dat is echt niet eerlijk. Hij zit op de 4 op een rij club, zei hij. Ik ga voor dit. Nee, die mag je niet. Ik ga hier als je het niet echt. Ik heb al bijna 4 op een rij. Ja, ik zie het. Wat denk jij lang na, zeg? Ja, ik moet er even opletten, joh. Het is ook echt gespiegeld. Gespiegeld? Niet gespiegeld, hoor. Ik heb niet gespiegeld. Ik vind wel dat je lekker bezig bent, Sarah. Ga ik gewoon eerlijk over zijn. Ik ga zeggen, je bent beter in 4 op rij dan ik. Dus ik ben de underdog, ben ik nu dan, toch? Ja, absoluut. Nou, I'm not sure. Je bent ook best wel goed in 4 op rij. Het ging al gelijk op de laatste keer. Het ging echt op de laatste. Super lief! Ja. Dankjewel, okay, guys! Ik sub ook nog voor deze ene keer. Het, bij Star vandaag, dus, maar ik heb ook een nieuwe stoel nodig, hè. Die mag je me ook gewoon gunnen, vind ik, hoor. Why? Huh? Waarom zou je dat gunnen? Ik ga hiervoor. De Rochester ook nog een keer 100 bits, joh. Saar is een grote hamerhaai. Zo, auw! Wel waar. Ga ik eerlijk ook zijn. Ik moet echt even opletten. Maar ik ga ook eerlijk zijn, je hebt hetzelfde wereld in geholpen. Helemaal niet. Iemand zei het gewoon random. Ik vind, je hebt iets heel vervelends gecreëerd daar. Je bent zelf vervelend. Even kijken. Oeh. Oh ja, ik zat er niet op te letten. Daar ging ik bijna. Daar ging ik bijna. Ik ging daar bijna aan. Daar. Even kijken. Ik ben zenuwachtig. Ik wil deze niet verliezen. Ja. Je hebt echt heel vies gespeeld. Hè? Je hebt heel vies gespeeld. Dat heb jij correct en Stevens juist. Ik kan namelijk niet meer verliezen. Heb je dat al gezien ook? Of, Lul niet. Echt? Ja. Oh, dit voelt zo lekker. Nee, dat is bullshit, geloof ik. Nee. Want ik kan namelijk gewoon leggen en ik heb op 2 plekken dan 4 per rij. Oh, dat voelt echt lekker. Dit is heel naar, dit. Oké, wacht even. Ik ga heel vertellen. Ja, ik heb gewonnen. Oh, dit is echt heel naar. Dit voelt echt zo lekker. Kijk waar je zo in moet klikken. Ik ga je lachen. Oh, jongens. Saar, waar ga je weer klikken? Oh, dit voelt zo goed. Mag ik een hashtag Team Wolko in de chat, alsjeblieft? Mag ik een hashtag Team Wolko in de chat? Nee, dit was een inkompotje. Deze telde niet. Ik moest even... Het is gewoon 1-0.
Ik moest even warm draaien. Maar ik heb wel gehoord dat je als loser nog een keer het potje mag kiezen, dus Oh, in that case. Het voelt zo lekker, hè. Ken het liedje? Het is zo moeilijk bescheiden te blijven. Als je zo goed bent als ik. Shit. Shit. Komt-ie, hè? Ben ik klaar voor? Ja, ik ben er klaar voor. Zagen jullie het niet? You try your ik kon niet meer winnen, guys. Ik kon niet meer winnen. Mensen hey, je kan nog winnen. Nee, ik kon niet meer winnen. Dat betekent dat 1-0 staat. Ze supporten je niet om je te zien afgaan. Ja, dus. Ja, nou en. Oh, je ziet ook echt een scorebord, joh. Oh, nou, joh, inderdaad. We hebben aan 10 vakjes denk ik wel genoeg, want het wordt 9-0, dus. Shut up. Ik ga dit winnen. Ik wil nog een keer 4 per rij. Ja, dat mag. Jij mag kiezen, dus. Oké. Spelen. Oh, dit voelt zo goed, hè. Oh, beginnen met een win ook. En de eerste keer, joep. Welke moeilijkheidsgraad stond deze bot? Beginner, denk ik. Wat vind je van het muziekje eigenlijk, Star? Het is een lekker muziekje. Ik geniet er echt van. Als je niet gooit, verlies je niet. Ja, ik had ook gewoon niet kunnen gooien. Maar dat is wel een beetje een smiechtenactie. We hebben wel met gewoon gezelligheid ook, weet je wel. Kijk, ik zeg je eerlijk, ik vind het gewoon echt heel leuk om met jou te videogamen. Vind je dat leuk, jongen? Ik vind het ook wel leuk. Ja, Mathieu Volt! Thanks voor die sub! Ik word gewoon slijmbal genoemd. Even denken. Ik snap wel op zich waar het vandaan komt. Daar ga ik het niet neerzetten. Hey, kom op, het is 4 op een rij. Je hoeft niet een of andere raket te bouwen. Ja, hallo. Ik moet even goed nadenken. Zo, het gelach is ingetuimeld. Je moet wel denken, Mickey. Ja, je moet wel met nadenken, is het ook hoor. Dus, Ik wou net zeggen, dat is echt lulkoek. Ik trapte er bijna in. Ik schrok wel. Ik ga eerlijk zijn, ik schrok wel. Schiet op! Nee, ik moet even goed nadenken. Ik ga voor... Ik krijg in de chat te horen, Saad, kunnen we... Ja, nu heb ik gewonnen, dankjewel. Yes! Wat wil jij altijd met... Ik heb al gewonnen. Ja, je moet toch nu blokkeren, maar als je blokkeert, dan kan ik hem erop zetten. En dan heb ik ook 4 op rij. dit is zo goed. Ja, je moet hem daar neerzetten. Dit is heel irritant. Nee, ik moet helemaal niks. Oké, dat is waar. Ik moet helemaal niks. Godver! Kut! Oh, ik wil niet. Ik wil. Dit maar ik vraag me wel af: heb je daar wel goed nagedacht over je beurt? Hè? Want... Ik haat mezelf momenteel. Ja, ik ga vier per ja, maar ik beginnen. Zat heel erg. Ja, kut. Ik wil ook gewoon niet neerzetten nu. Ik gun dit gewoon niet. Dit voel ik daar weer die frustratie van. Ik heb gewonnen, omdat ik dat net dus ook al kon doen, maar toen deed je zo'n 4 op een rij optie. Het is niet anders. Ah, mij niet uit, joh. Welke stand staat hij op? Is dit amateur of beginner? Ja, ik weet niet zo goed waar ik van beginnen. Ik gun je gewoon die punten. Ja, dat vind ik ook wel aardig, weet je wel. Ik gun je die punten. Maar jij bent zo'n comeback woman, noemen ze jou toch, als tweede Ja, ik moet er even inkomen. Geen zorgen, guys. We fixen dit. Ja, dit gaat komt helemaal goed.
Nou, laten we dan even een geluksspelletje doen. Oh, ja. Grappig dat je dat zei. Wist je dat Jatse ook best wel veel kansberekening is in plaats van dit geluk? Dit spel lijkt op poker, oh, dat is maar heeft dubbel... Okay, maar dat is bullshit, want je weet toch niet wat je gaat gooien? Ja, maar je kan wel zeg maar uitrekenen ongeveer wat de beste ja, kans dat is waar. Wat je moet bewaren en zo. Maar moesten we niet even de uitleg voor je doen eerst? Of, Hou je bek. De heer, dankjewel voor je follow. Nou, die heb ik wel nodig, lekker. De heer. Dit is net niks. Dit is echt precies niks, inderdaad. Oké, okay, dan ga ik voor ene, want dat is de schade zeg maar beperkt. Eens even kijken. Nou, je hebt een 1. Dat is wel lekker. 1 punt. 1 punt is meer dan 0. Dus 0-1 erbij. Heel kut. Okay, ik ga voor 2. Ja, ik zou de 2 en de 4 dan ook pakken inderdaad. Oh, wacht, ja, als je voor de 2 gaat. Dan ben ik het ook alweer, hè? Dan ben ik... Ja, pak hem nog een keer de 4. Ja, lekker gaat dit. Ja, ik voel nu gewoon pressure, man. Wat? Ja, oké. Okay. Als je die 4 pakt, is het 2-2, hè? 4. Dit gaat gewoon goed. Dit is goed. Oké, 2-1, dan ga ik neerzetten. Ja, ik vind dat je het goed gedaan hebt. Daar ga ik gewoon eerlijk over zijn. Oh, je moet ook echt schudden, zo met je controller. Dat kan je ik kan goed. Ook gewoon drukken. Ook hoe moet ik gooien? Ja, dat ga ik jou niet vertellen. Nee jongens, blijf in mijn team. Het komt echt goed. Oh. Nou, 2-2'tjes. Dit is goed. Kan ik zeggen. En wat moet ik dan doen? Opnieuw werpen. Ja, naar rechts. Ferry Kandel, dankjewel voor je follow. Klonk. Oh. Ja, 2-2 of 2-6. Oh. Ja, dit is gewoon jammer. Dat was, kan ik gewoon eerlijk over zijn. En dit is ook gewoon boven, jammer. Echt goed. Ik zou, als ik jou als 1-1 doen. Dat was spannend. Ah, boeit eigenlijk niet. Of 2-2, het boeit eigenlijk niet. Ah, joh. Ja, ik kan toch. Ik ben gewoon niet zo goed in gooien, jongens. Ik moet even oefenen nog. Oh. Je kan weer voor die 2 gaan. Die gaan lekker de laatste tijd. Dus, Ja, dan blijft de schade beperkt als ik hem niet gooi. Ik vind Jatse wel echt fantastisch. Heb je dat ook al zo leuk. Vroeg gespeeld? Ja, heel veel. Ik speel nog steeds best wel veel met mijn ouders. Ik speelde het altijd met mijn opa en oma vroeger, jongens. Vond ik echt fantastisch. Met mijn... Ik heb eergisteren nog een Jatse gespeeld. Oh, joh, kijk dan! Oh, joh! Oh, wacht, dit is. Maar ik zou wel voor 2 gaan als ik jou. Ja, was. Voor... ja, dit is goed. Dit is heel goed. Ik ga gewoon voor 6. Daar ga ik gewoon voor. Ik ga gewoon voor all in. Ga ik. Wat nou als Monkel een Jatse gooit? Wat vinden we ervan? What the fuck? Dit is ziek. Dit is heel ziek. Nee, nee, dit gaat me echt niet gebeuren. Dit gaat Jatse. Me echt niet... Als dit gebeurt... Nee, dit gaat... Ja, mijn liefste vraag, wat ga ik doen? Ga ik voor de bonus of 4 gelijk, hè? Ja, dat moet jij weten. Je moet... Ik ga voor de bonus. Ja, ik zou voor de bonus gaan. Nee, ik ga 4 gelijk graag. Ik was bijna overgestapt, zegt Duncan. Blijf hier, Duncan. Voor de... Ik ga voor de 4. Gewoon een wilde gok. Ja, why not? Ik vind dat je gewoon lekker bezig bent. Ik ga gewoon eerlijk over zijn. Hoppa, 2 erbij. Kijk. Heb je 3 gelijk heb je dan. Nu Jatse, guys. Komt ie hoor. Boom. Nou! 4 gelijken. Ik zou bijna, even gaan. Joh. Ik zou even gaan, 4 gelijken. Wat doe jij nou? Nou, ik wil mijn bonus. Ben jij echt geflipt, hè? Ik wil mijn bonus, man. Zo! 1, 2, 3, 3, 6. Waarom werd je daar nou zo enthousiast van? Ik word gewoon bovengemiddeld enthousiast. Oh, kleine straat. Daar ga ik voor. Ik ben bang dat ik die niet gooi. Die moet je gewoon in 1 keer gooien, eigenlijk. Ik gooi gewoon 2, hoor, nu. Kijk maar. Oh, nee, oh. Ik ben echt nog. En Trenchesto, weer 100 bits. Wel, Tomachesto, dat is niet Tomachesto is binnen. Tomachesto, ga je gewoon eerlijk over zijn. Tomachesto is gewoon binnen. Hoppa. Wil je even een puntenaantal kijken ondertussen? Of gaan we op het einde pas kijken? Nee hoor, dat zou ik op het einde pas doen als ik jou was. Dit is goed. Dit is weer net niks. Ja, dit is wel heel naar. Je hebt wel ik dit echt al 3 keer gegooid of zo als eerste worp. Ja, dat is echt... Hoe kan dat? Ja, ik weet het niet. Oké, dit is lekker. Oh, 2-6'en. Nou, dan ga ik wel daarvoor. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Er wordt wel tegen mij gezegd, je moet niet overmoedig worden. Nee, dat is zeker zo. Hoogmoed komt voor de val, zo is ook het spreekwoord volgens mij. Dus, ja, dat is jammer. Ja, oké. Okay. Ik zeg voor 6 gaan.
Je hebt wel een hoge vrije keuze. Dat is wel echt oprecht zo. Ja, ik zit even te denken, want ik heb wel een extra 4 en een extra 2. Wat? Maar nee, wacht. Ja, voor mijn bonus. Als in... Als je zeg maar een 4 extra gooit en een 2 extra, dan kun je 1-6 minder... Nee, 5 punten plus. 5 punten in de plus sta je voor de bonus. Ik zet hem op keuze. Ik vind dat je gewoon lekker bezig bent, hoor. Sorry, dan ga ik gewoon in de keuze zijn. Iedereen keuze. Keuze. Oké. Okay. 1 keer luisteren. Oké, jongens. Ik luister een kans dat je nog een 6 erbij gooit. Ja, dit is dan wel echt oprecht jammer. Maar ik druk gewoon op een knop in plaats van dat ik echt schud. Misschien moet ik echt schudden. Ja, dit is gewoon kloten. Ga ik gewoon eerlijk over zijn. Ik ga een vrije keuze. Ik ga hem gewoon invullen. Ik ben eerlijk in. Ik had vast gewoon geen goede worp. Oké, komt hier. Dit wordt hem. Oh, dit is goed. Dit is zo'n net niet straat. Ik heb nog geen 5, hè? Nee. Ik vind Yahtzee wel een goed spel, hoor. Ga ik gewoon eerlijk over zijn. Wie dat verzonnen heeft. Full House kan je vergaan. Nee, die moet je gewoon in 1 keer gooien. 1 op 3 kansen. Nee, die moet je in 1. Nee. Ga maar. 33%. Oh, nee. Je gaat ik luister niet naar jou. Ja. Full House gooi je in 1 keer, guys. Believe me. Ja, okay, jammer. Kut. Dat is jammer. Maar ik heb een extra plus 4. Dus... Je staat nog plus 2. Helemaal fantastisch. Ik moet even die getalletjes gaan gooien. Oeh, dit is lekker. Ja, Skila, je hebt gelijk. Hij is heel eerlijk. Hij is bovengemiddeld eerlijk. Ja, kleine straat is dit. Maar die heb ik al. Ja. Het is wel balen dit, daar ga ik gewoon eerlijk over zijn. 1-6 erbij mag wel, toch? Oh, jammer. Ja, ik ga gewoon dan die 2 invullen, ja, het is niet anders. Ja, ik ben lekker vroeg online, hè, Ramoto. Maar ik was eigenlijk wel weer te laat. Omdat ja, ik was ons toch gewoon dik te laat, inderdaad. Eens kijken wat we hiermee kunnen. Dat is weer maar je net was ook echt laat aan het eten, ga ik gewoon eerlijk over zijn. Ja, was best wel laat. Ik ga voor... Je gooit gewoon weer dit, hè? Even eerlijk. Ja, hoe kan dat? Ik druk gewoon... Ik wil ook gewoon schudden, maar ik speel met mijn pro-controller. Ja, ik ook. Je kan gewoon schudden, hoor. Oh, echt? Nee, dat is bullshit. Ja. Wedden? Schud maar. Oh ja. Nu krijg ik vast een betere worp. Kijk, ik ga 69 zetten. Punten. Dat is weer een seksgrapje. Dat is leuk. Hashtag botsaar wordt er nu gezegd in de chat. En weer Torinchester met die 100 bits. Shit. Ik ben echt Torinchester, ik hou echt van hem. Shit. Hij is altijd toch laat met streamen. Dat is correct. En tevens juist. Nee, ik ga geen... Ja, nee, dit is pijnlijk. Je moet nu iets opgeven. Dat is echt heel hard. Ah, ik gooi geen Yahtzee, denk ik. Ja, je gaat huilen als je het gooit. Daar ga ik wel eerlijk over zijn. Je moet de kleine straat weg doen. Die is maar 15 punten, joh. Nou... Of de Full House. Nee. Je weet het niet. Je weet het gewoon nee, niet. Nee, is goed. Ik doe geen Yahtzee. Oké, ik ga ervoor, jongens. Ja, dit is goed. Doe 1 weg? Hoe bedoel je 1? Ik had al 1 gegooid, jongens. Ja, je hebt al die 1. Ja, ik heb al 1 gegooid. Kijk. Daar gaan we, jongens. En nog 2 erbij. Hoppa, dat is jammer. 1 had ik al gegooid, guys. Ik ga voor de 5. Ik ga gewoon voor de 5. Ga ik gewoon eerlijk voor zijn. Ja, mijn cam staat er een beetje voor. Echt, ja. Ik voel net alsof ik op vakantie ben, eigenlijk. Oké, 2-5. Ja, ik speel dit vroeger ook echt super veel op vakantie. Ja. Heb je ook veel kolonisten van Catan gespeeld vroeger? Nee, dat snap ik echt niet, hoor. Nog nooit gedaan. Dat is echt niet moeilijk. Zullen we dat een keer doen? Je kan het online tegen elkaar doen, hè? Ik ga hierover nadenken of ik dat wil. Oh, wow! Nooit! Dan ga je voor 4 gelijk of voor 5? Je hebt wel die bonus echt binnen, hè, als je nu 5 doet. Ja, ik doe 5. Dan heb je ik echt wel die bonus. Bonus. Stratego inderdaad, ja, dat was ook goed, ja. Dat heb ik ook nog nooit gespeeld, echt erg. Heb jij überhaupt een leven gehad? Of, Ja, zeker. Ik was gewoon lekker zelf aan het spelen de hele dag. Ja, dat is ook chill, ja. Ah, dit gaat niet lekker hoor, die getallen. Oh, toch nog eentje. Wow! Nou, heel vervelend dit. Nee, dat vind ik echt heel... Kijk hoeveel punten die daar ook mee krijgt. Hoppa, teentje dit hoor. Ja, als ik verlies Red Eye, dan kies ik sowieso schaak. Oh, fijn. Oh, dit is straat. Heel fijn. Dat is 15 punten. En je kan nog voor die grote gaan ook, hè. Wacht.
Moet dit helemaal op volgorde staan? Ja, je moet hem op volgorde leggen, anders stelt het niet. Nee? Natuurlijk niet. Ja, weet ik veel. King Ryan Games, dankjewel voor je follow. En droomgozer is die man ook. Doe ook nog maar even een... Je hebt nog een worp. Je kan nog die 5 gooien. 1 op 6 kans, hè? 1 Doe maar 6. Even een 5. Ik gun hem je wel. Ga ik gewoon eerlijk over zijn. Ik gun je die grote straat. Hoppa. Net geen niet. Grote straat. Wel 15 punten. Het liefst een kleine. Jij hebt ook nog geen grote straat gegooid. Dus ik ben daar nog gerust op. Ja, daar is die. Dus 21 punten blijkbaar, Sam. Ik dacht ook dat het 25 punten was. Ik maar dacht ook 25. Ja. 35, ja. It's not the real deal. Ik ga voor de 3. Ik ga voor gewoon voor de 3. Dat is een veilige keuze. Doe dat, jongen. Hoppa, daar is ze. 2-3. Ja, het is wel een grote kans dat ik nog een 3 gooi, maar... Ja, dit is wel echt helemaal balen weer, dit. Hoor. Ja, ik moet echt 4-6 gooien. Ik loop 4, 5, 8 punten al achter. Daar ga ik. Ik ga niet die bonus scoren. Ik moet het winnen op de punten. Oké, ik heb nog 6 nodig. Ja. Nou, daar ga ik voor. Hier is Full House gewoon het totaal van mijn geest. Knakkie Games, dankjewel voor die raid. Ja. Hallo mensen van Knakkie Games, what the fuck is dit? Kleine straat is normaal ook 30 en grote is 40. Hoor ik even serieus. Ik moet wel echt even iets meer dan dit gooien, zonder grappen. Ja, dan ben je, als je nu geen 6 gooit, dan ben je echt fucked. Ja, dan ben ik echt, dan moet ik nog iets wegstrepen. Want ik wil maar het is best wel een grote kans als je een 6 gooit. Het is 1 zesde, 4 zesde kans. Ja, dat is jammer. Je nou, kan ook gewoon voor die 6 gaan, dan heb je net de bonus niet. Maar ja, dat maakt dan ook niet uit. Ja, nee, dat ga ik echt niet doen hoor. Gewoon een JC weg dan, toch? Ja, dat heb ik al weggedaan. Grote straat is weinig punten, hè? Maar JC is wel moeilijk te gooien hoor. Dan moet je 5 dezelfde. Denk je dat je meer Amerikaans bent of Nederlands? Nou, ik ben zo Nederlands als het maar zijn kan, Zwart Valk. Ja, dat weet ik zo genoeg. Gauw nog niet hoor, of je dat bent. En wat ben jij dan? Ik? Ja. Ja, dat weet niemand. Ja, ik ga voor de 4. Ik ga dat dan toch... Ik ga het toch proberen, denk ik. Of ook voor 6. En dan kijken wat ik gooi. Ja, dat deed ik net ook. Dat pakte niet heel goed uit. Heb je honger? Nee, ik heb net gegeten. Ik ga gewoon voor de 4. Ik ga al in op de 4. En ga ik... Ja, dat is jammer dan. Dit gaat voor ons beiden niet zo heel goed. Nee, ik mits je nu ineens een jatsee gooit of zo. Ja, 4-4, baan. Ja, dit is wel echt leuk. Daar ga ik gewoon eerlijk over zijn. Ja, ik ga gewoon eerlijk over zijn. Ja, ik ga denk ik die bonus toch niet halen. Ik ga denk ik, kijk, ik heb... Oh, dit is wel echt kloot. Hallo gewoon... Ginger. Hey, main Tinka. Hallo. Jij gaat echt die bonuspunten halen. Ja, dat is nog niet gelijk. Dat is nog niet nou, zeker. Ik heb... Nee, ik heb nog geen 6. Hydrateer. Ik ga wel jatseetje even weg doen, denk ik. Even jatseetje weg gewoon. Ik ga toch proberen toch nog om die bonus te scoren. Ja, dan moet ik wel 2-4 gelijke gooien. Dat wordt wel een pittige opgave nog. Het is ook kloot, hoor. Ja, dit moet ik toch niet gooien? Jawel, je kan toch voor full house gaan? Je hebt dus 4 en heb je dus 1/3 of even kijken. Maar dat gooi je toch niet nooit? Je hebt 2/3 kans op een full house. Dat is gewoon 66%, hè? Heb je kans voor een full house. En ik gun je die gewoon. Ja, dat is jammer. Ik ben dat dit niet lukt op deze manier. En full house moet je in 1 keer gooien. Oké. Oké, spanning. You can do it. Nee, het is helemaal niet. Je mag 2 keer gooien, dus het is 2 keer 33% kans. Kut. Ja, maar je hebt toch 2 mogelijkheden? Je kon toch een 1 of een 3 gooien? Mensen weten echt hoe kansberekening werkt. Dit is gewoon echt ongelooflijk. Ja, dit gaat lekker aan die onderste kant van je... komt die echt grote straat. Oh, van Kaylee mocht ik dit niet doen. Ja, maar ik wil de bonus. Ik denk dat die oh, bonus... Oh, ja, 30 punten! Zo, je klonk hier echt als die clown van It. Dat is echt eng, hoor. Hoe, hallo? Dat lachje was echt gewoon die clown van It. Heb je die gezien, die film? Hallo? Hallo? Mag ik, echt? Ik heb een grote straat, wilde ik je van herinneren, trouwens. Fuck. Maar ik ga nu heel veel 6 gooien, hoop ik. Nou, in ieder geval eentje. Ja, eentje. Als je nu geen 6 meer gooit, heb je niet eens de bonus, hè? Ja, dat echt serieus? Serieus, Nintendo? Shout out, Nintendo! Nou, wel de bonus. Kijk. Dat is lekker. Daar ging dat is lekker. Woe. Zo, dat is echt ziek. Zo!
Kijk hoe dicht we bij elkaar staan ineens. Ja, maar jij... Ja, jij moet wel nog gewoon je bovenste gedeelte alleen maar. Ik denk dat dat makkelijker is. Klopt, ja. Ik kan gewoon getalletje gooien, ja. Jij moet, kan alleen nog vier gelijke gooien. Ja, dat is prima, joh. Maar ik kan die bonus er niet meer halen. Dus dat maakt niet uit. Zelfs als je vier gelijke haalt, je moet echt vier zessen tikken, anders verlies je. Shit. Dat zijn er al nul, dus dat is lekker. Ja, dan gooi ik wel gewoon opnieuw. Je moet 4-6, anders verlies je. Zo, hallo. Gewoon echt serieus, niet eens 1-6. 4 en 6, 22. Ja, dat zou ook nog kunnen, ja. Je zou nog voor 4 kunnen gaan. Dan heb je 22 erbij. En dan moet je een 6 of zo erbij gooien. Ja. Dus je moet 2 vieren en een 5 en een 6 gooien. Dat is je kans. Ik haat dit spel. Onder het mom van meedoen is belangrijker dan winnen. Wat een rotspel. Ja, dat maakt het maar het betekent wel dat ik weer mag kiezen. Ja, je mag echt gewoon alle spellen kiezen. Ik mag gewoon alles kiezen. Het is echt erg. Ik heb nog geen spelletje gewonnen. Ik ga ook gewoon trollen. Wat ben je nou aan het doen? Dat maakt niet uit. Ik gooi zelfs dan nog een 4. Zo hé. E-sporter. Dankjewel, Kaylee. Kies is geen goede optie. Nou, ik moet nu iets kiezen waar... Ik heb gewonnen. Ja, maar nu... Nu ga ik ervoor, hoor. Nu ga je ervoor. Dat komt echt heel enthousiast uit. Oh, man. Zijn we eigenlijk wel leuke spellen nog, joh? Welke zijn nog meer echt superleuk? Ik ga voor... Ik ga voor. Tromgeroffel. Zal ik gaan bowlen? Oh ja, dat is echt dom. Dat is gewoon altijd strijk. Oké, nee, ga ik dat niet doen. Darten? Kamertje bouwen? Ja, dat, maar dat speelt hij sowieso heel vies, jongens. Wat? Kamertje verhuren? Ja, kamertje. Hoezo? Verhuren. Hoezo speel ik nou weer vies kamertje verhuren? Ja, I don't know. Kies anders een potje schaak. Nou, ik ga voor kleurcode. Oh nee, ja, dat is kut. En Toon Chester, dankjewel nog een keer 100 bits. Dit is waarom ik graag niet met kijk die wint van Saar. Kleurcode. Is mooi. Kleurcode. Wie mag hem maken? Dat is de vraag. Ja, dat is wel cruciaal. Shit. Ik vind het niet zo fijn dat ik begin. Ja, nee, weet ik niet. Eigenlijk. Volgens mij wel. 0 voltreffers. Zo. 3 treffers. Zo. Nou, voltreffer. Nou. 2 treffers. Heel netjes. Hoe kan je vies kamervuur spelen? Ja, dat, ja. Ja. Even weer kijken. Weer een sekstapje. Maar ik weet niet of je, volgens mij kan je niet, kan je een dubbele kleur? Ik weet het eigenlijk niet. Ik heb geen idee. Ik denk het niet, eerlijk gezegd. Of wacht. Oh, oeps. Nee, dat wil ik niet. Ik wil hier. En dan... Ik vind dat je lekker bezig bent, hoor. Sorry, ik zit helemaal gefocust. Oh, ja, pas zelf niet meer. Je hebt alle kleuren goed. Je hebt alle kleuren goed. Shit. Shit, shit, shit. Beter heeft hij hem niet goed. Nee, ik deed oprecht niet maar wat. Ik ging wel kijken waarbij ik de meeste... dingen zou krijgen. 0 voltreffers. 4 treffers. Spannend. Dit is oprecht gewoon spannend. Even denken. Ik moet niet hardop denken, want dan help ik jou. Eentje weet ik sowieso. En ik weet er nog één. 50%. Ja, even kijken, dit klopt. Nee, dat is sowieso niet het goede antwoord, Steve. Hey, zonder voorzegs hoor! Hey, hallo!
Zit je nou nu alweer te cheaten, ja? Nee, nee, ik cheat absoluut niet. Ik weet de oplossing al. Dus druk maar op oké. Je hebt het goed. Yes! Hey, maar eerlijk, dit is gewoon terecht. Want in die derde beurt heb ik gewoon al die kleuren geraden. Ja. Ik gun hem je ook. GG in de chat. Maar ik wist wel dat je hem goed had. Dat is echt pijnlijk. Zie ik daar een echte mastermind? Nou, dit is het eerste spelletje wat ik verlies. Dus dan moet je naar Twitch.tv staan gaan. Mokkel mag kiezen. Echt een mastermind. Maar hoezo mag jij de hele tijd kiezen? Oké, kies even een spel. Dan kan ik eentje uitkiezen, ja? Ja, kies. Zeg maar wat je wil. Ik wil wel zo'n Kees Schaken. Ken je dat spel? Schaken, daar ken ik niet alle regels van. Daar ga ik eerlijk over zijn. Schaken is wel leuk. Maar dat duurt weer echt fucking lang ook. Schaken. Ja, maar dat is ook niet eerlijk. Want ik schaak echt nooit. En ik weet de regels niet eens zo goed. Oké. Nou, gaan we. Zullen we dan schaken verbannen dan? Zo ben ik dan ook alweer, weet je wel. Ja. Dan gaan we een potje dammen. Dan gaan we gewoon dammen. Daar kun je wel de regels van mag kopen, toch? Zeker weten. Wacht, is het gewoon open? Is het open? Nee, helemaal links. Oh. Dammen. Lekker bezig. Dammen! Ik ben niet zo goed in dammen. Ja, het zijn ook een beetje gekke regels hier. Je mag niet met de dam helemaal over het hele bord heen rijden. Ik ben wel de regels een klein beetje kwijt, want ik dam eigenlijk nooit, maar... Op zich... Met een dam mag je alleen maar terugslaan. Je mag dus niet terugslaan. Oh, waarom mag ik nou weer beginnen? Ja. Wat was het ook weer? Wit begint, zwart wint of zo? Wat was het? En Torchesso, nog een keer dankjewel. Ben jij een damkoning, Floor? Help me out. Zou cheat toch altijd? Nee. Maar nu word ik meteen... Je moet slaan. Moet dat? Ja, je bent verplicht om te slaan. Helemaal niet? Oké, nou ga je iets anders zetten dan. Ja. Ja, dat kan gewoon. Is goed, doe maar. Oh nee, dat kan niet. Ook gewoon niet geloven, hè? Shit. Die staat wel voor nu, dat is dan very nice. Ja, maar jij kan mij meteen terugslaan. Ja, dat is waar. Oké, ik ben het verplicht. Niet out of context clip, alsjeblieft. Even denken hoor, ik wil niet een dolle set doen. Nee, dat snap ik. Ah, dat viel eigenlijk wel mee, toch? Nou. Ik vind dat dit gewoon lekker gaat. Even denken. Hoe staat het met subs en scoren? Het staat 3-1 in scoren. En volgens mij heeft Saar 4823 subs meer dan ik. Dus... Ik ga gewoon dit doen. Ik vind dat je het lekker aan het doen bent. Bam. Je bent wel een agressieve speler. Komt gewoon gelijk met die stenen... mijn veld ingerend. Oké, Floor. Shit, maar dan moet ik weer slaan. Pinty, dankjewel voor je... Oh, help. Oké, maar... Het is prima dit, joh. Hey, Pinty. Oké, we gaan deze kant op. Hoppa. Echt, de spanning is zonder... terug. Winnaar betaalt voor pizza, of doen jullie zonder betalen? Pannenkoeken. Toch? Ja, wel pannenkoeken. Die zijn wel lekker, joh. Pannenkoeken zijn echt de dream. Zullen we dat er dan opzetten, dat degene de pannenkoeken moet betalen? Ja, is goed hoor. Nee, maar jij gaat dan zo'n vies dure pannenkoek nemen. Geen ja, want het verschil tussen de goedkoopste en de duurste pannenkoek is ongeveer 3 euro. In ja, maar jij neemt dan zo'n vies uitgebreide boerenpannenkoek. Even je hebt net zelf gezegd dat je die boerenpannenkoek wilde. Ja, maar wat ga je doen? Pannenkoek met goudschilders. Ja, dat was een foutje. Dat is jammer. Oh.
Nou. Ja, pannenkoek met goud, schilvers en truffels. Ja, dat is jammer. Deze kan toch dan gewoon hier? Dat kan zeker. Eens even kijken. Kijk, een pannenkoek met kaviaar. Ja, en... dag. Zo echt met kwaad ook gelijk. Ja, dag. Even denken hoor. Ik zit heel diep na te denken. Ik zeg wel eerlijk, Saar. Ik vind dit kan ik gewoon spelen. Zonder het bovengemiddeld warm te krijgen. Ja, dat is lekker rustig hè? Ja, ik hoef niet met de controle te schudden. En ik hoef niet op te letten dat ik niet van een cliff afdonder of zo. Je had wel echt een upper move kunnen doen. Oh ja. Nee, ik zie hem niet. Je sub? Even denken. Ik weet niet wat ik wil. Nee, dat is altijd lastig. Doe zo'n lekkere peerpannenkoek met jam. En ik ben geen jam, man. Ja, dat is echt een heel handige move, ja. Oh, dat is echt heel dom, inderdaad. Ik wil het niet zelf zeggen. En chill is dat ik nu ook nog een dam heb, dat maakt het nog leuker. Shit. Ben je stroopman? Ik ben wel stroopman, ja. Pannenkoekje met stukjes wagyu beef gekookt door Maya Maarten. Wat? Kan ik dit nog redden, jongens? Kan ik hier nog iets van maken? Als je je best doet, dan lukt het nog wel, ja. Zo, heb je trouwens die bliksems gehoord, joh, vannacht, gisteren? Nee. Zo, was bij mij normaal, was er niks. Joh. Oh. Ik denk dat het lokaal boven mijn huis was. Even kijken waar we heen gaan. Ik zou dat niet doen. Oh, ik wil nog zeggen, doe dat niet, want dat gaat je 2 stenen kosten. Oh, nee. Ik zei het nog, hè. Ik denk niet zo goed vooruit. Ik ben hier slecht in. Maar je hebt 1 voordeel, dat jij zo meteen het spelletje mag uitkiezen. Ja. Ja, wat ga ik nou doen? Het spel is ook echt ingewikkeld, joh. Ja, ik zit gewoon na te denken of ik nog iets kan doen wat... Mag die dam nou van alles doen? Of die blijft gewoon liggen? Nee, je mag maar 1 vakje, maar je mag wel achteruit slaan. Dat is het enige. Dus ik mag niet het hele veld overvliegen met dat ding. Ik kan bijvoorbeeld... Wacht. Dat is terug. Wat je kan doen is bijvoorbeeld... Ga naar die achtste steen, die rechter. Dat is voor jou links dan, hè. Op de achtste rij, naast mijn dam. Ja. Als je die van mijn dam wegzet. Ja, dan. Ja, en dan kan je de volgende beurt... Kan je 1 steen op die rij ervoor opzij schuiven... En dan kan je me slaan. En ik mag niet terugslaan, dus dat kan. Naar rechts. Dus die daarin. Oké. Ja? You sure? Ja, 100%. Kijk, ik kan nu deze 2 stenen. Kan ik allebei. Nou, wel weer aardig dat hij me gewoon helpt, hè? Dat is wel lief. Kijk, deze kan ik allebei niet naar voren zetten, want dan sla je me, zeg maar. Deze ook niet. Allebei de kant op. Maar jij kan volgens mij deze, hè? Kan je hier neerzetten. En ja. Dan kan je met die, en dan kan je met die kant op slaan. Nou oh, ja. Ja, maar ik ga er wel een stukje versteken door deze hier neer te zetten. Maar dat is een move die ik kan doen. Ik wil gewoon dammen tegen mezelf.
Nu kan ik die naar links doen. Ja, wat je wel maar kan doen is die naar onder schuiven alsnog. Ik offer dan wel weer shift. Nee. Schuif die alsnog naar onder. Wacht, deze bedoel je? Nee. Die opzij. Die net had. Deze? Ja, dan kan je bijvoorbeeld de volgende beurt die ernaast staat heen en voren doen. Dan moet ik jou slaan en dan kan je een dubbele slaan. Ja, maar ik weet niet wat handig is hoor. Ja, dat weet ik ook niet. Ik ga gewoon iets anders doen hoor. Doe de toren ervoor en dan kan je de schaakmat zetten. Even kijken. Oh, dit wordt goed. Dit wordt echt heel goed. Oh, hij gaat nou volgens mij echt zo'n vieze move ineens uithalen. Over de dam gaan. Ja, daar. I'm on it. Ik ga gewoon. Ik zit heel even te kijken hoor. Waarom luister je naar hem? Blackchat zit in mijn chat tegen jou te praten. Dat werkt. Wacht. Nee, dit kan niet. Nee, Steve, niet, dat kan niet. Steve, dat kan niet. Hij zit voor te zeggen. Kan echt niet. Ja, dat kan ik wel doen, maar dat is dom. Waarom zou ik mezelf laten slaan? Dan heb ik toch geen dam? Wat? Dan heb ik toch geen. Dan kom ik toch niet hier uit, jongens. Je kan één naar links en dan één naar rechts en dan heb je het dan. Nee, want jij kan mij dan toch slaan? Als je met. Nee, natuurlijk niet. Ik kan toch die ene voren zetten en niet naar mijn steen maar naar de andere kant. En dan zet je hem de volgende beurt één schuin terug en dan heb je twee kansen om weg te lopen. En als ik één naar voren zet, dan kan je me slaan. Dus je moet die ene voren doen. Ja, naar daar. Rechts. Ja. Ja, daar. Het echt zo hard genaaid worden zo, dat wordt echt heel chill. Oh, hij kan natuurlijk niet terug. Dat is, nee, ik kan niet terugslaan. Nee. Oké, ben je er klaar voor? Shit, nu moet ik. Shit. Dam. Het is weer zo'n vieze dam. Hoppa. Dit was zijn plan. Ja, dit was zijn plan inderdaad. Echt heel vies. 500 IQ. Dam. Kijk, eens dam. Even kijken. Ik heb wel een dam. Ja, dat wel, ja. Naar deze man, wordt er gezegd. Ja, nu moet je proberen om met die dam helemaal terug te gaan, zeg maar. Ik luister niet meer naar jouw tips, hoor. Je hebt het dam door mijn tips. Nee, jij hebt mij vies veel geslagen daardoor. Dat was een afleidingsmanoeuvre. Sst. Ik heb je door. Ik ga zo echt omvallen met mijn stoel. Dat gaat echt gebeuren. Ja, maar hij kan me met die vieze dam slaan. Nee, die kan niet vliegen. Hij kan maar eens vakje, die dam. Ja, maar als ik die andere deed wel. Oh ja, dan wel, ja. Nee, niet weer een dam. Ga nou weg. Oké, ben je er klaar voor, zeg? Nee, ik ben er niet klaar voor. Het zou wel mooi content zijn. Ja, als ik van mijn stoel afdonder, dat zou echt helemaal kloten zijn, gewoon. Oh nee, dat moet ik niet doen. Of jawel. Nee, dat moet ik niet doen. Nee, dat moet ik ook niet doen. Jawel. In gruzelementen. Oké, ik heb zo'n welbespraakte bam.
Hoeveel staat het? Het staat nu 4-1. Of 3-1? 3-1. Ik kan niet meer, want ik die dam... die twee dammen staan tussen me in. Ja, maar jullie... de chat loopt niet helemaal gelijk met mijn gameplay, geloof ik, guys. Dus het is niet dat ik niet wil luisteren, maar... Ik vind ook gewoon dat ze het boven voor zeggen, hoor. Dat kan eerlijk over zijn. Ja, maar... het is niet helemaal real time, dus het heeft niet zin. Oh, die lopen 3 beurten achter nog, weet je wel. At least heb ik 2 dammetjes. Je hebt wel 2 dammen nu. Ja, ik heb inderdaad... Ik heb al verloren, guys. Ik heb het door. Ja, je kan winnen als ik... Jullie lopen niet zoveel achter, maar op het moment dat ik ga zetten, is het stil. En dan op het moment dat ik de zet doe, dan gaat iedereen ineens reageren wat ik moet doen. Dus het loopt wel degelijk niet helemaal gelijk. Oh, ik moet iets doen. Nou, ongeveer. Je bent wel zeg maar een soort van... kalme dammer. Ja. Ja, ik probeer na te denken, gast. Het lukt alleen niet zo. Ja, ik ben gewoon een lul. Shit. Komen de kijkers van Saar nu hierheen om beeld gelijk te krijgen? Nee, ik maakt denk niet dat uit de dat je kijkers van Saar hier komen om binnen de content te zien. Heb je ook een opgeefknop of... De Ice-Go Man, dankjewel voor je follow. Ben je niet bang voor stream sniping? Ja, dat wel, ja. Ah, ik kan gewoon niet zoveel. Nu kan je toch niet slaan? Moet je even insluiten. Ben je al aan het winnen, Monkel? Het staat 3-1. Dus het gaat de goede kant op, maar ik ken ze een beetje. Man. En ze heeft nog bijvoorbeeld spellen als 4 op een rij. Oh nee. Ja, zet die gewoon 1 naar voren. Dan moet ik wegzetten. Nee, jij kan mij niet... Nee, wacht. Maar jij kan mij dan weer... Ik kan niet terugslaan, hè. Met die normale steen. Ja, maar jij kan wel... Oh nee, dat kan ook niet. Ik ga naar achter, denk ik. Zit Hearthstone ook in 51 Games Worldwide? Ja, misschien wel, ja. We moeten Monkel niet vertrouwen, jongens. Nee, zou ik niet doen. Ik zou een goede set doen als ik jou was. Ik ben even denken. Even aan het denken. Die heb ik vaak gehoord. Maar nee, heel diep aan het nadenken. Oké. Okay. Welke spellen hebben jullie al gedaan? We hebben 2 potjes 4 op rij gedaan. We hebben een potje JLC gedaan. En een potje Mastermind. Floor, klopt dit? Ja, ik zit de hele tijd te luisteren hoe jij... aan het denken bent. Ja. Ik ga even een move doen zo. Waardoor je dan kwijt bent. Ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor, I guess. Kut. Ja, dit is niet cool, guys. Nu ben ik mijn dam kwijt. Ja, verdorie. Ik moest. Je moet slaan, hè? Ik moest slaan, hè? Ja, ik moest slaan. Dit is jullie fout, kijkers. Ja. Ik vertrouw jullie. Zij gaat zo meteen alle stenen in 1 keer slaan. Dat zou best kunnen. Gewoon eerlijk over zijn. Ik zeg wel, een potje dam duurt wel bovengemiddeld lang. Ja, poeh. Ja. Die kan je ook laten slaan. Dan kunnen we een ander spel. Nee. Oké, dan. Dam. Gewoon
Ook tegen Viesendam ook weer. Ik laat me niet slaan, zomaar. Nee. Nou, schiet op. Ik begin steeds meer vermonkeld te zijn. Wat is dit nou weer? Ja, www.twitch.tv/monkeloidtv, jongens. Als je echt zieke gameplay wil zien. Oh. Oh man, dit is zo lang. Iedereen is okay. Ik gun hem wel gewoon dit, want ik wil een ander spelletje doen. Ja. Hij gaat fouten maken. Nou, I don't know. Ik denk niet dat je met één dam, zeg maar, nog het hele veld... Dat je tegen vijf dammen kan. Op zich, laten we realistisch zijn, guys. Ja. Ah. Vies spel. Kijk, nu mag ik ook weer kiezen. Daarom deed ik dit eigenlijk. Ja, daarom deed je dat, ja. Dat snap ik wel, ja. Maar dit spel had ik gekozen, hè. Dus dan had ik thuisvoordeel op zich, weet je wel. Dus dat is ja, onlogisch. Dat dacht ik ook bij vier op een rij, maar... waar gaan we nu eens voor? Ik weet het niet zo goed. Ik weet het niet zo goed. Wat is leuk? Ik zit even te denken. President? Heb je nog meer voorspellen? Okay, Blackjack. Blackjack is leuk. Blackjack is leuk. Nee. Wat nou nee? Zo'n geluksspelletje. Wat is nou weer varkenstaart? Minigolf? We gaan naar deze Wat spelen. Is dit nou weer? Ik ken dit spel helemaal niet. Nou, ga je even de regels lezen dan. Bij Wat is het, joh? Om zaaien. Het zaaien van zaadjes... Wat? Oké. Hallo? Duncan zei dat ik Makala moest doen. Ik snap het. Die stenen zijn zaadjes die je moet planten in die kuiltjes. Je kunt kiezen vanuit welk kuiltje je de stenen wilt verdelen over de andere kuilen. Ja, dat wil ik ook, ja. En dan? Deze zes kuiltjes zijn van mij. Precies, ja. Je doel is om zoveel mogelijk zaadjes in de eindkuil te verzamelen. Ja. Ah, zo. Het is nadenken, is dit. Uiteraard. Ja, je moet wel een beetje nadenken, ja. Ah. Ze skipt de regels. Nee, dat is echt gemeen. Oh, ja? Als je laatste dat is wel een leuk spelletje. Wat zijn dit voor gekke orbies waarmee je kunt spelen? Van je tegenstander eten. Oh, jeetje! Steen van mijn tegenstander, joh! Hoppa! Kloek. Pak de steen uit het tegenoverlicht. Oké, joh, ik vind het Dan mag prima. Je ze pakken, bedoel je? Wanneer mag je ze pakken? Wat zei ze nou? Als je weet ik veel. Als je een leeg vakje eet. Wat zullen we weer eten? Ja, zullen we gewoon beginnen anders? Ik heb geen idee. Ik vind het nu al ingewikkeld. Snap jij hoe het werkt? Ja, maar ik ga dat jou uiteraard niet vertellen. Zo. Nee, ik snap eigenlijk niet zo heel goed hoe dit werkt. Oké, ik vind het nu al een leuk spel. Je hebt kleurtjes en... Oké, jij moet beginnen. Ja. Oh, ik heb wel een beetje een idee, denk ik, wat je moet doen. En dan krijg je de ene in je bakje, ja. 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 Mag nog een keer? Hallo, mag nog een keer? Wat? Waarom? Mag nog een keer? Jij? Nee, jij bent. Als je je eindvak eindigt, krijg je een extra beurt. Dat is zo. Oh, zo. Dat is dom. Je moet de laatste bakje leeg in te krijgen. Dat is dan... Oké. Ah, die meer. Oké. Wat? Wat is dat nou weer? Ja, dat eten snap ik ook niet zo goed, maar ik had een gokje gedaan. Ik zag dat net in het filmpje ook. Even kijken. Ik ga maar vanuit dat Monko aan het winnen is. Ja, dat is wel waar, is, maar dit spel ben ik niet aan het winnen op dit moment, heb ik het idee. Ja, maar dit kan zo, want er zit heel veel bij mij. En op een gegeven moment moet ik het naar de andere kant gooien, zeg maar. Ja.
Ik vind het een moeilijk spel, ga ik eerlijk over zijn. Ik denk wel dat het een leuk spel is. Het is leuk, het is zeker leuk. Zeker, Floor. Niet doorvertellen, hè? Monkels diep aan het nadenken. Oké. Okay. Ja, ik vind dat je goed bezig bent. Eten. Maar hoezo mag je nu eten dan? Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet zo goed. Maar ik eet gewoon graag. Oké, Rick. Dat... Niet doorvertellen dan, hè? Dat weet Monkel namelijk niet. Wat weet ik niet? Niks. Ja, ik weet echt niks, joh. Ja, ik moet dit wel doen. Ja, ik zeg je eerlijk, dit is een moeilijk spel. Nee, wat doe je nou? Ja, kon niet anders. Oh, dit is heel dom. Ja, dit is dom. Dit is gewoon dom. Eten. Maar je hebt hem nu wel door, right? Beetje. Ja, een soort van. Ja, ik kan dus niks eten, zo. Hij heeft je net ook geholpen met dammen, ja, om vervolgens zijn eigen setten te kunnen doen. Echt een draak. Wat? Dat was echt moeilijk hoor, daar ga ik eerlijk over zijn. Ja, dit is wel lastig. Trouwens, dit is niet handig. Dus ik ga deze pakken. Eten. Daar moet ik wel rekening mee houden, Duncan. Ik snap er geen reet van, joh. Het gaat niet helemaal de goede kant op, namelijk. Ja, maar ik denk wel dat je aan het winnen bent. Denk ik wel. Ja, maar ik kan niet meer zoveel. Ja, maar jij mag nu weer eten. Ja, ik kan niet meer zoveel. Je hebt al zoveel van die munten dat ik echt ja, maar ik heb. Denk dat ik het... Ik kan het volgens mij ook weer allemaal kwijtraken of zo. Wat? Ja, weet ik veel. Gewoon een bold move doen. Het is een bold move. Oké, maar dan... Er wordt gezegd door iemand die dit veel speelt, je kan niet meer winnen. Oh. Dat is jammer. Dat is gewoon jammer. ik zeg eerlijk, dat is gewoon lullig. Ja, dat is gewoon balen. Dus, maar alles kan hoor. Alles kan. Ja, vind ik ook. Je kan gewoon winnen. Volgens mij was dit dom, ik nu denk. Ik snap echt helemaal niks van het spel. Fijn dat je dat nog even benadrukt. Dit is echt een spel, jongen. Dit spel is echt zwaar ingewikkeld, joh. Wat is dit nou, joh? Hier, bam. Kijk dan, joh. Bam. Zo. Wat gebeurt hier nou ineens? Dit gaat lekker gooien, joh. Ik ben gewoon aan het winnen. Zo, hallo. Jij wil een potje blackjack. Ga ik doen, een potje blackjack. Die ga ik kiezen. Weet je hoe blackjack werkt? Ja. Weet je ook een beetje de regels of de basisregels van blackjack? Ik durf het maar wat. Wanneer je wel pakken en niet en zo? Nee, dat niet. Maar ik heb het wel gespeeld in deze game. Hè? Ik heb het wel gewoon gespeeld in deze game. Maar ik ken niet alle regels. Nee, precies. Ik weet niet of dit heel handig was trouwens. We kunnen ook pokeren, ja, dat kunnen we ook doen, ja. Ik heb echt bovenmiddeld idee dat ik verloren heb. Wat denk jij? Shit. Dit gaat niet goed volgens mij. Ik kan alleen maar dit doen. Backgammon is ook goed, ja. Dat heb ik ook wel veel gespeeld. Maar ik snap nu niet helemaal precies hoe je dat goed kan spelen.
Ik heb dat in Griekenland gedaan. Ze zaten lekker op het strand en ging backgammon spelen met een cocktail. Ik zit even te denken hoor. Je hebt echt zo tering hard gewonnen, waarom denk je nog? Eten. Oh kut, nu mag hij eten. Shit, het is heel dom wat ik nu deed. Ja, dit is jammer. Dit is gewoon jammer. Deze heb ik zo hard gewonnen gewoon. Ja, dat is niet normaal. Dit is niet normaal. Dit is echt niet normaal. Het is alleen wel naar dat jij nu mag kiezen. Ja. Ik ga voor poker, denk GG. Ik. GG. Echt? Ja. Nee, rot op. Wat dan? Nee, we gaan geen pokerspelletjes doen. Maar ik heb hoor. Nog nooit gepokerd. Ja, ik ook niet. Nee, daarom. We gaan voor poker. Maar dat is moeilijk. Ja. Ik ken de regels niet. Weet jij wat de regels van poker is? Nee. Oké. Nou, dan gaan we poker kan zo lang duren, zegt Leeuwtje. Oh, dan gaan we kies iets wat. Kies iets wat niet zo lang duurt. Oké, we doen 21, hè. Blackjack. Oké. Ik wil ik moet kiezen. Ik wil gewoon even zo'n kaartspelletje doen, wil ik. Dat vind ik ook gewoon leuk. Ja, Monko gaat altijd opscheppen met zijn kaartjes, hoor. De opscheppen? Feestjes. Ik heb nog geen nul keer opgeschept. Ja, daar komt hij hoor. En dan pakt hij die kaarten erbij. Ja, kijk, ik kan ze laten verdwijnen en shit. Wat? Ik kan ze laten verdwijnen en shit. Dat is helemaal niet waar. Ik heb nog nooit een groot gedaan. Ik ben de dealer en deel de kaarten uit. Ah, wacht, dit weten we wel, right? Oké. 5 rondes. Ja. Jongens, ik ben helemaal gefocust, want ik wil niet verliezen eigenlijk deze Monkel versus Saar. Nee, dus ik ben een beetje stil, maar ik wil gewoon, 4, 2, ik wil gewoon focussen. Oké, we krijgen dus 100 muntjes. Jongens, je moet dus inzetten. En het is denk ik wie de meeste munten heeft gewoon gewonnen. Ja, ik wil niet kiezen, Mickey. Monkel mocht kiezen omdat hij verloren had. Monkel mocht kiezen omdat hij verloren had. Oké, we doen wel dezelfde inzet. Zullen we 20 inzet doen? Want we hebben 5 rondes. We hebben 5 rondes. Dus dan kan je in ieder geval sowieso alle rondes spelen. Oké. Moet je het wel ook doen, hè? Ja. Zet hij ineens 32 in of zo? Ja. Ja, maar dat is ook meestal op het eind, denk ik. Ja. Blackjack, baby. Meen je deze nou? Ai. Je moet wel dit kaart pakken. Dit is echt lullig. Je moet de kaart pakken. Hoe doe ik dat? Waarom doet hij dat niet? Dat is jammer. Shit. Failliet. Oh, dit is zo lekker, hè. Oh. Dit deed hij bewust. Wat moet ik doen? Jij moet de kaart pakken. Nee, ik... Wel. Ik stop. Oh, je moet stoppen. Oh, dit is echt zo goed. Dit is zo goed. Anderhalf keer ook, hè. No. Oh, 30 munten erbij. Had ik dit maar een keer in het casino. Lekker dit, hoor. Oh, dit voelt zo goed, maar hè. Nu moet ik eigenlijk veel meer inzetten. Nee, dat mag niet. Jawel. Kijk, jij hebt 130 nu. Ja. That's not fair. Hoezo niet? Nou, omdat ik nu gewoon in één keer veel meer moet verdienen. Anders dan kom ik daar toch niet overheen. Ik ga nu niet weer 20 inzetten. Jij hebt veel meer dingen. Oké, nou, laten we dan spelen hoe je wil. Je mag zoveel inzetten als je wil. Oké. Okay. Living on the edge. Oh, je gaat nu weer winnen en zo. Ik ga gewoon hetzelfde doen als jij. Rotten. Al in ook echt op tijd. Ja, al in. Oh, 10! Ah, jij bent zo kut, hè? Shit. Je moet sowieso draaien. Ik maar je gaat een kopen. 10 tikken. Je gaat een 10 tikken. Oh. Hoe weet je dat? Die kans echt. Na 40% is of zo. Kaart gekocht. Hoe? Nog een keer pakken. Oh. Ja, je kan ook holden, maar. Eigenlijk moet je tot 16 sowieso pakken. Kaart gekocht. Oeh, lekker. Ja, maar nu moet ik toch stoppen, right? Ja, nu moet je. Ja, je hebt 20, ja. Natuurlijk moet je stoppen. Gestopt. Waarom split je niet met zijn hazen? Oh nee! Nee! Yes! Hoppa! Ja, dat is jammer. Je kunt nog een aas pakken voor 21. Nee, helemaal niet. Mensen snappen echt niet hoe dit spel werkt. Wat? Ik had 16. Nee, ik vind het ook wel lastig hoor. Bij 16 moet je stoppen, dan moet je gewoon hopen dat de bank neergaat. Oké, hoeveel gaan we inzetten, guys? Als de bank 14 of 15 heeft, moet hij een kaart pakken. Oh, je kan niet split maken. Ik denk dat ik dit ga inzetten. Dat is een goed aantal.
Oh, smart. Heel smart. Yes, 20! Yes, yes, yes! Ja, dit durf ik al niet meer eigenlijk. Nee, je moet sowieso stoppen. 100%. De bank heeft ook een 6. De kans dat hij een 10 pakt. Dat is best wel groot. En daarna moet hij nog een keer pakken. En dan is hij dood. Of hij holt op 16. Hmm. Nee, ik stop. Gestopt. Ik stop. De bank gaat echt 19 pakken. Ben je klaar voor? 10. Fuck. Shit. We staan weer gelijk. We staan gelijk. We staan gewoon gelijk. We staan inderdaad wel weer gelijk. Ronde 4. We hebben nog 2 rondes, hè? Hmm. Bank mag stoppen vanaf 17. 16, geloof ik. 17? Ja, 17, ja. Oké. Zullen we allebei 30 inzetten? Ja. Jij gaat me naaien. Nee, ik ga je niet naaien. Of misschien toch wel. Die 3 is karma. Die 3 is karma. Dit is wel een beetje karma. 21. En je moet hitten. Je hebt 4 of 14. Je hebt 4 of 14. Kaart gekocht. Wacht, moet ik nu nog een keer kopen? Wat fuck is dit? Ja, je aas is een 1 of een 11. Dan mag je kiezen. Dus hij is nu een 1 geworden. Omdat je anders dood bent. Je moet nog een keer hitten. Kaart gekocht. Dag! Dit slaat echt nergens op. Yes! Dit slaat echt nergens op. Oh, wat ben ik blij dat we 31 hebben gepakt, guys. Dit slaat echt nergens op, joh. Wat gaan we inzetten? 30. Nee, ik ga al in. Ik ga sowieso al in. Dus, ik ga al in. Oeh. Ja, dat is mijn enige kans om te winnen. 100 no-balls. Oeh. Nee, ik zou fijn. Nee, ik moet wel even goed nadenken. Dit is weer de laatste. Ik heb echt zo gelukkig dat je ook weer die fucking 7 hit voor 21. Hè? Het slaat echt helemaal Hij zet alles in. Dus... Nee joh, ga niet alles inzetten. Dan ben ik toch dood als ik verlies. Hoezo all in? Wat zou ik dat doen? Ja, ik weet het niet. Oh ja, dan is 30 op zich wel safe. 30 is echt heel dom als je dat doet. Dan kom je op 151 als ik win. Oh, dat is inderdaad heel dom. Als jij dan wint, heb jij 151 als ik dan win. 60 denk ik hoor, jongens. 30 is wel, als ik dan gelijk spel heb en jij verliest, dan win je alsnog. Dat is wel waar. Als we dan allebei winnen, dan win ik. Ik doe 60. Ik ga zelfs naar min 10. Zo. Ik ben bang. Als je weer 7 hit, hè, dan kijk je echt nooit meer aan. Kaart gekocht. Oh my god, ik krijg 5 ook, hè. Oh, wacht, ik moet nu stoppen, right? Nee, nog een kaart pakken. Nee, oorlog, hè? Hoezo, je kan toch een 2 pakken? Heb je blackjack? Stoppen, right? Stoppen. Gestopt. Gek gaan. Nee. Timpy Party, dankjewel voor je follow. En Sivago, dankjewel voor je follow. Ja, kom op, dood. Ja, ik win! Yes! Shit! Jongens! Shit! Ja. No. Zo makkelijk ook. Zo makkelijk. Ik zei hit, nee, maar dan was ik sowieso doodgaan, guys. Nee, je moest sowieso niet hitten. Nee, hit was dom geweest. Ronde. Dit is echt naar. Maar het betekent wel dat ik weer mag kiezen.
De chat zegt ook gewoon, je bent geniaal. Dat is het juiste woord hiervoor. Het staat 5-2, toch? Niet 4-2. We wisten ook niet dat je onder de 0 kon gaan, anders had je wel gewonnen. Waarom staat er 4-2 en niet 5-2? Oh, omdat ik natuurlijk tweede was in Blackjack met de computer erbij. Ja, jammer. Nee, ik ben opgerot. Heel jammer, Wokko. Ik mag weer kiezen en dat kies ik tactisch. Nee, niet weer dit klote spel, joh. Gast, ik moet toch gewoon... Ik denk aan mijn eigen belangen. Ja, maar nu weet ik hoe het spel werkt, dus nu ga eraan. Wat een klote spel. En dan mag je ook weer beginnen. En dit spel is zo'n onzin ook. Ik vind het spel ook niet eens leuk meer een beetje. Even kijken wat we gaan doen. Dit is echt bullshit. En wie is er aan het winnen? CJSM. Nou ja, CJSM. Ik sta 5-2 voor. 5-2. Nee, 4-2. Zegt de game toch? 4-2 hoor. Monkel hielp je de hele tijd helemaal niet, joh. Ik was gewoon beter. Jij bent Monkel. Waarom speelt deze gozer niet meer? Ja, ik zit er even na te denken, joh! Hey Linky, ik heb je mentale support nodig. Ik ga eerlijk zijn, ik heb je liefde nodig. Ik sta achter. Kun je alles even voor me voorzeggen? Ja, het staat 5-2. Goed. Linkception, jongen, hoe is het? Even kijken. Ik begin het wel slecht. Ja, ik ga slecht. Krijgen. Ja, dat komt omdat je met mij... Nee, ik ga hem niet roepen. Wat? Ja, dit is niet echt per se heel handig wat ik nu heb gedaan. Let me think. Ja, daar gaan we. Hoeveel ga je? We gaan tot een 9. Wie het eerste 9 van de punten te pakken heeft. Ja, dit moet 4-3 worden, jongens, voor de spanning. We willen alleen maar uitroepteken Rick. Er is hier gewoon uitroepteken Link. Geen uitroepteken Rick nog. Misschien maak ik die ooit nog wel. Dit gaat niet goed. Dit gaat helemaal niet goed. Dus zo diep na te denken, guys. Ja, ik kan ook zeggen, maar je hebt het nu al. Man, het gaat helemaal mis. Het gaat echt helemaal mis. Het gaat echt helemaal mis. Ik sta nu nog voor haar, Link. Ja. Dat ga ik zeker doen. Zo, Monkel, kies even. Oh, ik ben aan de beurt. Ja, gast. Jezus. Ik dacht dat jij aan de beurt was. Ik dacht echt, schiet nou eens op. Ja, ik dacht ook, schiet nou eens op. Oh. F, inderdaad. Het is wel echt een F. Kijk, ik kan dit wel doen. Maar wat heb ik daar momenteel aan? Ik doe deze. Ah, echt niet zo goed nu. Team Monkel. Monkel is pro. Torrentesto, je bent echt een overloper, gast. Ja, echt een overloper. Maar ik hou echt van Torrentesto. Shout out Torrentesto. Ik denk deze. Gok ik zo. Ja, denk ik ook, ja. Weer een extra shit. F.
Ja, kijk, ik kan dit wel doen, maar daar heb ik niet zoveel aan. Nou, doe het maar wel. Ik ben het aan het opfokken. Oh, dankjewel, je hebt me gered. Oh, joh. Ja, als je die ene had gedaan, dan had ik zo'n groot vakje moeten doen dat je hele ding weer vol gaat. Oh, shit. No. Nee, nu moet ik... Oh, nee. Nee, dit wil ik niet. Nee, dit wil ik niet. Dan ben ik een luk gehad. Eten. Oh. Nee, want nu moet ik nu ben ik af, en right? Is alles voor mij. Alles is voor Monkel. Dit is zo naar. Ik wil nog kijk keer. Dit. Oh, ja. Kijk dat pas in het bakje, joh. Hé, hey, deze mogen jullie echt niet klippen. Dit kan ik was maken. Ik was die hele regel aan het vergeten. 6-2 betekent okay, dat. Oké, ik mag kiezen. Ja. Dan gaan we voor. We gaan wel een potje kamertje verhuren nog, toch? Ja, laten we dat kamertje maar doen. Kamertje verhuren. Oh, dit heb ik zoveel gespeeld met wiskundeschrift, hè. Nou, in dat geval. Oké, we gaan kamertje verhuren, jongens. Ben je klaar voor? Nee, maar ik ga mijn best doen. Nou, dat is het allerbelangrijkste, zwaar. Je best doen. Dat is gewoon het allerbelangrijkste. Dit was het, ik ga naar Monkel, shit. Ja, neem dat spin, dankjewel voor die 100 bits, lekker bezig. Gratis pannenkoeken. Het moet alleen maar gewoon vierkantjes worden, right? Toch? Ja, je moet vierkantjes maken, ja, dat klopt. Maar niet rechthoeken en shit. Ja, en cirkels. Wel? Nee, maar bedoel, kan je ook twee vlakjes dat hij dan... Nee, je moet echt vierkantjes maken. Oké. Gaat zo. Jij nou? Oh, kut. Gewoon letterlijk een gat. Jongens, ik moet echt naar bed. Jongen, wat doe je nou, joh? Maakt niet uit, ik fix het. Dat is gewoon echt pijnlijk ook gewoon. Ja, dat was echt heel pijnlijk wat ik daar deed. Ik zou het nog doen. Nee, ik ga het niet nog een keer doen. Nee, zeker. Star focus, I know. Ik ben een beetje moe aan het worden. Oh. Ja, Monkel heeft inderdaad van die smerige nou. Tactieken. Dat is niet waar. Waarom heb ik nou weer een smerige tactiek? Jij geeft mij gewoon letterlijk een gratis vakje. Maar dat deed ik bewust. Oh, dat is de strategie. Dat is inderdaad de strategie. Dat is een goede strategie tot nu toe. Nee, dat moet ik niet doen. Oh, toch niet. Hey, droog Tessa. Oh, wat heb ik het spel gemist, hè. Dat heb ik zoveel. Ja, ik weet gewoon dat jij ineens iets heel goors doet. Hoezo? Ja, dat voel ik gewoon aan. Dat slaat echt nergens op. Ja, je hebt het te veel gespeeld in je wiskundetijd. Ja, dat is wel een beetje waar, hè. Tessalate Games fan. Dat is een mond vol. Zet nou eens even strepen, jongeman. Even kijken, ja. Jij denkt zo lang, hè. Doe gewoon niet. Nee, maar ik heb moeten kijken, joh. Even kijken.
Oké, dan kan ik die pakken. Maar volgens mij kan jij nu zo vies veel pakken. Nee joh. Jawel, je kan nu alles pakken. Dit is echt heel naar dit. Helemaal niet. Dit is weer echt zo naar dit. Dit is zo naar. Ik denk dat ik dat vlakje niet moet pakken eigenlijk. Wat zeg je? Ik weet niet of ik dat vlakje daar nu moet pakken. Ik zit heel even heel diep na te denken. Voordat ik het echt zo hard verneuk. Jij denkt echt dat als je zo'n pakje maakt, dat er een of andere ziek iets komt straks. Ik zou hem wel gaan pakken. Ja. Holy shit. Ja, maar nu moet ik nog een lijn trekken. En dan kan jij ineens alles pakken. Dat wil ik niet. Guys. Dat vakje had ik niet. Nee, maar als ik nou deze had gedaan, dan mocht ik niet nog een beurt. Nee. Ik zal er gewoon eentje zetten als ik jou. Ja, hou. Oh, shut up. Ik ben echt boos nu. Chat zit echt 150 maar alles voor te zeggen ook, joh. Ongeveer is dat er. Kijk, dat vind ik aardig van je. Oh nee! Ik misklik! Ik misklik! Maar dat maakt nog steeds niet uit. Want alsnog kan jawel, ik. Nou, ik misklik! Ik letterlijk misklik. Oh mijn god. Tyfuscontroller. Ja, maar dan nog kan ik er maar 3 pakken, hè? Haha, doe nou maar. Ik heb misklik en daarom ga ik gewoon verliezen nu, hè. Oh my god. Kijk, want ik kan deze wel pakken, maar dan ja, kan ik niet verder. Ja, maar mijn controle die sweepte naar rechts. Helemaal niet, guys. Als in... Ja, die moet je pakken. Ja, dat moet ik inderdaad. En dan kan je 1 andere move doen. En dan win je. Even kijken. Ah, oh, die misklik verlies ik gewoon. Wat een hoerkot. Als had ik nu die 3 blokjes gehad, dan had ik jou 4 kunnen geven en dan had ik daarna de hele map in kunnen kleuren. Deze, right? Of nee, wat? Ja, die ja. Nee, ik ga even niet naar jou luisteren. Ik kan echt wel janken. Welke moet ik pakken nu? Zodat ik win. Oké, wil je weten wat je moet doen als je wint? Deze. Ja. Nee, linksonder moet je streepje zetten. Dan kan ik 4 blokjes pakken namelijk. En dan kan jij de rest van die hele slang linksonder pakken. Linksonder? Ja, die ja. Die, ja. Doe. Doe, ja. Dan pak ik 5 blokjes en heb jij de rest van de map. Doe nou maar. Ik zweer het, je krijgt sowieso de punt. Je hebt 100% gewonnen, doe nou maar. Nee, iedereen zit nu in mijn chat echt iets anders te het zeggen. Wedden? Ik word zo boos als jullie geen gelijk hebben. Torrentiesto zegt rechtsonder, maar Torrentiesto is gewoon een vieze verrader. Is goed. Dus daar luister ik niet naar. Doe maar. Linksboven, 2 nee omhoog. Nee, doe nou maar gewoon die. Echt, nou ja, dan moet je die andere doen. Dan moet je rechtsonder doen, dan verlies je nog. Ja, dat vind ik ook prima, maar... Doe dan maar. Hij echt, kan ik er zweer 2 het je. Nemen. Echt, ik geef 10 subgifts als je verliest door die move. Nu, beloofd. Clip het maar. Kijk, let op. Dan pak ik nu dit vierkantje, zo. Dan kan jij de hele map inkleuren. Let op. Dan pak ik deze. Oh ja, ik zie hier het. Dan heb ik een vierkantje. Grapje. Is dit nou een leugen? Het is gewoon een leugen! Nee, maar ik geef je wel het punt, omdat ik je heb opgelicht. Helemaal op.
ongeluk. Hm? Doe gewoon wat. Alsjeblieft. Ik ben opgelicht. Ik ben zwaar opgelicht. Wat is smier. Geef je nog 5 vakjes. Dan ben ik een leuke. Ja, ik krijg de doubtiefus. Hier. Neem ze maar. Ik wacht op de Sims. Ja, het is zonde. En je moet spelen, gast. Ben ik? Ja, ik was boos. Gewoon luisteren ook, hè. Oh man. Ik vertrouwde je, maar ik heb wel vaker last van. Heel vies deze. Heel vies deze. Die subgis kan je lekker op je buik schrijven. Shit. Ik mag alweer kiezen. Ja, dat is niet normaal. Ik ga voor... Hey, hoe warm heb jij het eigenlijk? Echt. Fucking ik warm. Ik zit echt dood te gaan. Ja, hey, giet fruitkees. Hoe is het? Rechts of links had niks meer. Je moest naar mij luisteren. Nee, jullie zeiden allemaal wat anders, Floor. Niet iedere keer je gelijk claimen. Ja. Je had ook naar mij moeten luisteren. Dan weet je sowieso dat je wint. Ik snap ook echt niet dat je gewoon nog steeds luistert ook gewoon. Oké, nee, ik zal wel heel eerlijk bekennen. Ik dacht dat je daardoor zou winnen als je die booster doet. Het is echt zo gelul. Het is echt alleen om haar achteraf aardig te doen. We gaan voor deze. Oh, nice! Ben ik niet zo goed in, maar... In het echt is het wel leuk, hè? Als je dan die schijfvolkje knokkel krijgt, weet je wel. Dat ziet er weer heerlijk uit, Pimmertje, hoor. Ik ben echt bovengemiddeld heet vandaag. Jongen, het gaat heerlijk, jongens. Appelman komt in de building. Oh, oh, nee! Hallo? Hallo? Oh, deze moet nog de pijltjes toetsen. Jezus. Maar hoe? Oh, je kan ook echt bonken en alles. Met A kan je een power move doen. Huh? Ja! Nee. Echt makkelijk, hashtag team bonken in de chat, joh. Dit is zo'n makkelijk spel, joh. Komt ie. Hoppa! Nee. Hoppa! Wat zit je nou hoppa? Oh. Ja, te hoppa, ja, dat ik even een heerlijk spel, dit, joh. Oh, ik word echt helemaal enthousiast. Ik geef het eigen doelpunt zelfs, zo enthousiast ben ik. Boop. Ik ben heel zenuwachtig van. Dit is goed. Nee. Oh nee! Ah, oh! Ik doe 3 eigen goalpunten, joh. Poeh, in het hoekje. Dit is echt niet leuk. Oh nee. Nee. Dat is jammer. Hoe? Oh joh, ging helemaal op jouw helft. Ja, ik wou net zeggen, man, dat ik wou. Wat deed jij daar? Ja! Nee, ik heb alleen maar eigen doelpunten. Ik heb echt... Zo. Oh, man, ga je heel tijd op mijn helft, gast? Ik heb... Oh, nee. Dit is spannend. Ja. Nee! Ik ben heel zenuwachtig van! Ja, dit is echt de lastige en echt spel ooit! Nee. Ik heb zweethandjes. Ik heb echt zweetklauwen. Ik zit er gewoon gamer mode. Nee! Ja! Time op! Heb ik gewonnen? Nee. 7-7. Nee! Oh, bijna echt. Nee! Nee, het gaat me niet gebeuren! Oh, nee! Ja! Nee, hoeveel is het? Oh, überhaupt. Nee, oh, op de paal! Nee, wat doe ik? Matchpoint! Ik heb echt 9 eigen doelpunten gemaakt of zo, denk ik. Ja, je hebt wel echt heel veel eigen doelpunten gemaakt. Dit slaat echt nergens op. Wat een kutspel, joh. GG in de chat, guys. Je hebt 0 punten gemaakt. Letterlijk. Dat is echt niet waar. Het eerste goal was gewoon mezelf, hoor.
Dat zie je niet op te letten. Ja, nu mag ik wel een spel kiezen. Ja, dat is wel een beetje naar. Ik heb het warm. Dat is echt niet normaal. Ja, het is ook heel warm. Zullen we een ontspannen potje Mahjong noemen? Mahjong? Ja, weet je, Ruben, we hebben besloten dat geen schaak te doen. Want dat mag dus niet. Nee, schaak is lastig. Kies darten. Dan moet ik wel mijn Joy-Con pakken. Zullen we uit de categorie leuke videogames een potje Midget Golf doen? Oh, help. Wacht, waar staat dat? Okay, nou, er zit ergens een golfstick met een golfballetje. En, oh, hier. Golf. Ik denk dat Let's dat er go. Is. Hey, Jolti. Ga je nou echt weer mee? Ik laat je wel even zien hoe het moet. Nou, ik geloof dan wel. Zullen we een 3 holes doen? Ja. Ik ga ervoor. Oké, daar gaan we. Ik moet als eerste beginnen, maar ik weet helemaal niet hoe het werkt. Ja, je moet gewoon in het hol, de hol moet je doen. Ja, dat snap ik. Ook wind staat er trouwens. Oh, wind, je moet inderdaad. Moet in zo'n zandbankje even proberen. Dan moet ik eigenlijk meer een beetje zo doen. En dan... Oh, kan ook een andere... Oh, die putter is voor het einde? Nee, je moest beginnen met die putter, hoorde ik altijd. Nee, fucking lul. Ja, dan kan je echt ver met die putter. driver moet je gewoon mee beginnen. Nou, jij bent niet zo'n fatsoenlijke driver, heb ik uit de betrouwbare bron gehoord. Oké, en dan... Oh, hoe werkt dit? Ja, je moet dan klikken waarschijnlijk, hè? Gewoon fucking hard. Zo, dit is echt een... Zo! Kijk naar mijn stuk gaat. Een goede bal. Oké, maar... Dan moet je hierheen hoeken. Oh, ik mag niet gewoon in één keer even mijn 3 dingen doen. Waarom had jij nou een soort spin? Oh, dan kwam er de wind ook. Zo, ik lig gewoon bovenop je. Kan ik nu ook gewoon jouw bal wegschieten? Ja, dat zou echt kunnen, ja, denk ik. Oké, ijzer. Maar ik heb dus geen idee. Ja, je moet een beetje zo chippy over dat... Je moet een beetje zo. Je hebt die wind. Ja, een beetje zo, denk ik. Ja, denk ik ook wel. Ja. Nog iets verder naar onder, denk ik. Richting die planten is wel een goede plek, denk ik. Ik denk dat jij echt even je mond moet houden. En dan richten. Oh. Ja, zo. Ja, dan... ja, oh, ja, ja. Nee, wacht. Ja. Wacht, hij moet niet zo hard. Nee, hij moet een echt beetje... heel hard. Dit is best wel hard. Nee, ophouden nu. Ja, jammer. Dat is jammer. Nou, nah, dit is netjes. Ik heb wel een klein beetje afgekeken nu hoe jij hebt geschoten nu. Ja, dit is helemaal niet eerlijk trouwens. Dan moet ik iets zachter doen. Oh, dit is ietsje zacht. Dit is gewoon ietsje zacht. Daar ga ik gewoon eerlijk over zijn. Wel zo. Dichterbij ben ik. Oké, maar nu heb ik toch eigenlijk al gewoon die putter nodig. En dan gewoon teringhard met die putter slaan. Nou, de putter is op de green. Is die op de green. Ja, maar ik zit bijna op die green. Ja, dat zou ik doen. Waarom zeg je dan? Eruit halen, anders botst hij misschien tegen het plachtje. Met die ijzer ga ik toch veel te hard, joh. Of heel zacht gewoon, met die je ijzer. Je kan toch ook zacht slaan, of niet? Je hoeft er niet meteen full max power. Kan ook gewoon. Dit is goed. Dit is echt goed. Ja, ja, ja. Nee, naar boven. Nee, wat lul jij? Er staat toch wind? Oh. Hey, Ari. Er staat een beetje wind, dus dan doe ik een beetje... Ja. Dan doe ik een beetje zo of zo. Gewoon echt... Nee, ik geloof. Ja, ik kan me niet voorstellen dat dit goed is. Nee, dat geloof ik ook niet. Ja. Je moet gewoon even je best doen. Ja. Even kijken hoor. Ja, hoe weet ik nou of die wind dat balletje nou helemaal omhoog giet? Ja, dat weet ik niet. Niemand weet het. Gewoon zo hard mogelijk tegen die bal. Ja, ik sla gewoon. Ja, dit gaat ik sla gewoon met die putter gewoon. Ja, dit gaat recht lekker. Het gat in hoor. Wacht even hoor. Ik vind echt dat je lekker bezig bent op dit moment. Kijk. Kijk. Hoppa! Ik vind dat je echt bovengemiddeld blij bent. Ja, gewoon met die putter, hè? Ja, gewoon een beetje zo. Nou, Kledder, hij ging goed. Piebe, dankjewel voor je follow. En Untitled Live, dankjewel voor je follow. Birdie. Ik heb hetzelfde. Ook een birdie. No. Maar ik wil dat jij nu begint, want dan kan ik afkijken bij jou. Oké. Als het niet ver. Oh, iemand heeft geklipt. Ik zei dus blijkbaar ook, oh, ik lig gewoon bovenop je. Ja. Nou, livestream faals. Oh, leuk. Oh, ik moet weer beginnen. Ik vind dat niet helemaal eerlijk. Nee, vind ik ook gek. Heel vervelend ook. Je hebt tegenwind trouwens, dus je moet vanaf de andere kant slaan. Dan heb je wind mee.
En dat kan niet hoor. Lul. Lul ook gewoon gelijk. Kan je niet schelden, het is zonder schelden. Oh, sorry. Vloekwoorden zijn niet getolereerd. Wacht, maar hij moet dan meer... Nee, kan niet vanuit het water gaan slaan. Nou, dat of jawel. Dat zou hij kunnen, kan wel hoor. Met de wind zo, dat hij dan woep. Er wordt gezegd in de chat, stop met pesten. Ik weet dus niet. Is je echte naam? Ja, dat klopt ja. Ja, hij heet eigenlijk Monk inderdaad. In real life. Zonder scheld vandaag. En, ja. Kijk, kan hij dan daar komen? Ja, als je het zo doet, dan haal je het wel, denk ik. Ik denk dat jij mij erin wil luizen. Nou, heb ik nog nooit gedaan in dit spel. Dus, En dan ga ik gewoon slaan. Hey, maar voordat je gaat slaan, hoe vind je eigenlijk dat het, hoe het gaat tot nu toe? Ja, echt. 7-3 staat het. Ja, maar jij hebt ook gewoon Jatsen en zo. Gewoon die geluksspelletjes heb je gewonnen. Dat is heel naar. Geluksspellen? Ik heb 500 IQ Jatsen plays gezet. Kijk, jij ging voor die bonus. Ik ging voor de echte high score. Ja, ik weet niet zo goed wat ik ervan... Wat kut dit. Ik weet niet zo goed wat ik ervan moet vinden. Wat ontzettend kut dit. Je ja, maar dit is niet eerlijk, gast. Kijk, je ramt er gewoon over die zandbank heen zo. Hoppa, zo op de green. Hoppa, mag zo, ik... wat een slag ook. Dat is okay, echt normaal. Ik heb nu gewoon normaal. Die andere ding alsnog nodig. Nee, je hebt die putter. Ik zal de putter gebruiken. Dan kan je zo het water putten. Waar mag ik nou hier zo kort mee slaan en met de ijzer zo lang? Ja, dat weet niemand. Je mag met de driver niet, weet ik eigenlijk niet. Dit is heel raar dit. Ja, niemand weet dit. Is dat nou, Lloyd van dan... Verzekeringen? Ja, Delta Lloyd noemen ze dat ook. Nou, ik doe maar gewoon dit. Ik vind dat je gewoon goed bezig bent hoor. Ja, maar jij hebt dit... Ook hier ben je weer zo voordelig mee. Nou, kon niet anders. Slag. Dat is een goede slag. Hey, maar gewoon nog een keer. Ze vinden het gewoon zielig. Geef je gewoon een hand, maar nog een keer. En weet je zo, dat je het baat slaat? Dat je een negatieve slag extra krijgt? Nee. Een strafslag noemen ze dat. Een strafslag noemen ze dat. En dan ga ik... Je moet max jieten, max jieten. Nee man. Wel, want je hebt toch tegenwind? Ja nou en? Oké, okay. Nou dan ga je het niet doen. Ik ga het maar. Toch doen. Hier, boom, hole in one. Let's go. Hey! Ja, dan ga je zelf juichen. Ik zei dat je dat moest doen, hè, letterlijk. Wat doe je? Heb je nou weer je... Oh nee, je hebt weer je microfoon kapot gegooid. Wat? Hallo, Saar? Hallo? Oh, je bent weer terug. Ik dacht echt, heb je nou weer je microfoon gesloopt? Nee, nee, ik zou niet durven. Ik dacht het heel even. Ja, wat gaan jij we doen? Bent. Ja, dat zie ik, ja. Oh, lekker met dat... Zo goed, hè? Birdie. Birdie zelfs. Maar ook. Waarom heb jij nou weer een birdie en... Hé, hey, maar ik heb het beter gedaan of zo. Nee, plus is slecht en golf. Oh. Oh, jammer. Oh, jammer. En mensen zeggen ook in de chat, ja, hij is aan het lullen. Monkel, jij wordt gesloopt met dit spel. Nou, ik weet niet hoor, maar... ik word gesloopt. Jezus, Saar, zo'n dus plus 1. Ja, plus 1 klonk wel leuk. Hé, hey, ik doe nooit aan golven. Vince, dankjewel voor je follow. Ja, we krijgen ook een volger erbij, joh. Dat is echt leuk. www.twist.tv/monkeloidtv als je echt een leuke stream wil zien een keer in je leven ooit. Hé, hey, nu begin jij wel in. Waarom moet ik 2 keer beginnen en jij maar 1 keer? Ja, omdat toch... Degene die vooraan staat. Hallo? Okay. Die tier 3 gaat toch naar Monkel. Jongens, wat is dit nou weer? Hoeveel subs heb je eigenlijk? Wat is de substand? Ik heb iets van 8 subs of zo. Ja, lul je nou? Of is nee, het echt zo? Nee, echt oprecht. En wat hebben wij? Wat is onze score? En ik heb wel iets van 20 euro aan bits of zo. Ja, dit is jammer. Dat ik wist niet dat die door dit niet door. Hoe dan, guys? Niemand gunt mij dat puntje meer. Ik moet wel zeggen, ik heb nu 2 keer met jou gestreamd. Dat zijn tot nu toe de 2 best verdiende streams uit mijn leven. Dus wanneer gaan we weer streamen? Nice. Hey, kan je nou ook in dat middelste groene vlakje dat je daar ook in kunt slaan? Ja, blijkbaar wel, denk ik. Maar ik kan in ieder geval niet door de boom heen. Dat heb ik wel net ondervonden. Er staat geen wind. Echt zieke tegenwind staat er. Oh. Je zit oh, ja. Links bovenin, de wind. Waar die kan heen gaan. Oh ja, dat is waar. Hoe is de moraal bij Team Saar? Ja, niet zo goed denk ik. Ze staan 7-3 achter. Maar je kan een comeback maken nog hoor. Dat, ik denk dat je comeback hier maakt nog. Dat Hoppa. Denk ik oprecht. Oh, zo. Dat was wel... Zo. Oh, in de bossen, in de bossen. Oeh, fijn. Zo, jij krijgt gewoon slag 2 ineens. Andere
Yo, Crazy Cookie, Horror, Lekertje, MP, allemaal thanks for the follow, show. Ik snap niks van die clubs. Waarom mag ik hier nou weer verder mee slaan? Ja, weet je, volgens mij met die driver mag je alleen van de slag vanaf het begin slaan, zeg maar. Dat zeg maar de afslag. Heb je wel eens gegolfd? Nee. Ik denk ook echt dat ik dat niet kan. Ik heb dat één keer gedaan. En het is denk ik het allersaaiste wat ik ooit in mijn leven ooit gedaan heb, denk ik. Okay, ik denk oprecht niet dat er iets saais bestaat dan golf. Oh, ik lig hier in de bossen. Het lijkt me vooral heel moeilijk. IJzer is altijd beter. Het is heel hoezo, Karsten? Want je denkt dus dat je heel hard moet slaan. Maar het is echt hoe zachter je slaat en hoe meer je swingt, hoe verder die bal gaat. Terwijl als je echt had je toen slaat, ook zo'n bekakt pakje aan? Nou, dat was dus het hele ding. Zeker zo'n je hebt genoeg van die ruitbroekjes. Ja, het is echt verschrikkelijk. Ik was dus gewoon, ik liep daar gewoon in een t-shirt. En alleen, ik heb elke kleur van de regenboogbroek gezien. En dan allemaal zo'n trui over hun schouders en zo. Echt, het was echt verschrikkelijk. En jij? Je had gewoon die trui die je altijd aan hebt. Ik had gewoon die wit-rode trui aan. En dan die trui had ik weer aangetrokken. Dus ik moet echt een teringbek houden. Trouwens, welke broek heb je aan vandaag? Volgens mij is sowieso die blauwe ruitjesbroek aan. Hallo, het is fucking 35 je graden. Je zou nog aantrekken als je in de sauna zit. Nee, dat is niet waar. Even eerlijk, als je kijkt naar de afgelopen 5 maanden. Ja, hoe vaak heb ik die ruitjes? Wat is de meest gedragen broek? Die blauwe ruitjesbroek, denk ik. Ja, precies. Inderdaad. Maar die heb ik niet zo lang. Dus dat kan eigenlijk niet. Nee, die sowieso niet... wel. Ja, best wel lang. Ken je nu vanaf februari of zo? Ik ga... En je had hem al ik aan moet even Rick. Focussen. En dat was vlak voor corona. Zo, dat is echt dat is een zieke klap. Oeh. Oh, dit kan een holy one worden. Minigolf, maar dan doen alsof je echt golf speelt. Is echt leuk. Gewoon kaart slaan op een kleine baan. Ik vind dat sowieso wel leuk, Tijn. Midget golf. Midget golf, superleuk. Wie houdt deze man tegen? Ja, niemand, Filip. Ik ben saai gaan domineren. Het is echt dramatische videogameshow. Je moet echt even je waffel gaan houden. Is goed droog, Tessa. Oh, ik ben slaap lekker aan de beurt, voor straks. Ja, jij bent aan de beurt. Oh, dat! Oh! Hey! Wat is dit? Dit is heel leuk, maar ik mag niet te hard lachen, want dan gaat het fout. Dit slaat echt nergens op. Ik sla hem gewoon tegen die paal aan. Ik denk dat ik niet te hard moet... even kijken hoor. Ja, je moet ongeveer... max. Max moet je wel... dat zo. Ik denk 3 jongen, of zo. Jongen. Echt vol op de paal, ik denk 3. Ja, je weet het niet. Je weet het niet meer. Birdie. Je schrok even. Inksnoor 05, dankjewel voor je follow. Ik vind het echt niet leuk, dit. Oh, dit is veel te hard. Nee, par. Oh, nu heb ik wel min 1. Ja, maar ik heb maar gewonnen. Dus dat is wel jammer. Helaas. Waarom heb jij nou weer... Heb. Shit. Hoe voelt dat? Hashtag Team Monk in de chat, ook in Saas chat, alsjeblieft. Shit, guys. Zo, dit is echt goed, dit voelt echt niet zo lekker. 8-3. Ik sta op match point, Tessa. Ik mag kiezen. Match point sta ik ook gewoon, joh. Match point. Ik ga voor. Dit ken ik allemaal niet. Je mag gewoon weer kiezen. Ik vind het wel jammer dat ik nooit in het spel mag kiezen, eigenlijk. Nee, ik ga niet meer kamertje doen. Daar ben ik zo hard mee geflasht. Dat wil ik echt niet meer. Oh, potje poel ook gewoon. Nee. Ik ga echt even een kutspel kiezen. Zullen we tennissen? Ja, is goed. Kom maar. Vind je dat ook leuk op het strand dat je zo met zo'n balletje overslaan? Ging het toch tennissen? Ja, ik zit nog even te denken of dat tactisch is. Kom op. Ja, ik ga wel tennissen. Tennis. Oké. Dit is een goed spel. Heb je ooit getennist in je leven? Ja. Echt? Ja, zeker. Dat is eigenlijk de enige sport die ik wel leuk vind. Ik heb dat ook gedaan als sport. 1 game. Maar ik was zo slecht dat ik uit boosheid gestopt ben. Dat ik er echt niks van pakte. Oké, dit is wel echt een raar variant van tennis. Oké. Oh, mag ik? Oh. Ah, kutzooi. Woehoe. Ja, dit is jammer. Oh. Oh, ja, shit. Ja, wow. Maar hij ging door of zo. Schelen. Hoe noem je maar?
Zo! Wow, wacht, hoe doe ik dat? Ja, er werd mij niet uitgelegd hoe ik een smash deed. De lop noemen ze net ook wel. Hier is die weer. Zo! Matchpoint? Die zag je niet aankomen, hè? Dag! Nee, je hebt nu al gewonnen. Maar hoe is het met één potje? Ja, dat was één potje. Ik mag niet eens serveren. Nee, ik wou het zeggen. Heel fijn. Ik dacht even dat matchpoint was al, maar ik mag... Is niet klaar? Heel fijn dit. Nee, ik heb hiervan genoten. Dit slaat echt nergens op. Jij mag kiezen. Echt helemaal nergens op. Oké. Ja, ik wil potje poelen. Ik wil graag lekker potje poelen. Daar ga ik af mee maken. Ik ga zo die zwarte bal erin tikken, jongen. En dan waar is staat hij? Even kijken. Game over en de match staat hij dan. Joh. Wat ben je aan het doen? Ja, ik zoek hem. Dat is een grapje, toch? Naast de bowlingballen. Oh, daar. Ja. Oeh. Ja, ik zie zoveel ballen. Mannetje wordt er genoemd. De kinderen zijn er niet. Als kun je... Sorry. Nee, wat doe je nou? Oh. Oh, ja, shit. Je bent echt een ei. Ja, ik druk gewoon op A. Nee, je moet even een eetbal doen. Ja, dat kan nu niet meer. Wacht, hoe werkt het ook weer? Ik pool nooit. Kan je me nog even uitleggen? alleen die zwarte bal moet overblijven, toch? Dat was nee, die drive. Zwarte bal moet je erin. Dat is bij eetbal. Maar je moet ze op volgorde erin schieten. Dus eerst de 1, dan de 2, dan de 3, dan de 4, dan ja, de 5. Dat is... Want je hebt 9 bal gedaan. Okay. In plaats van de eetbal. Maar jij hebt dit, joh. Ik heb vertrouwen in jou dat je dit kan. Pompen! Oh, wacht. En dan... Ja. Oeh! Ja, dat is jammer. Ik wist niet dat het zo hard zou gaan. Shit, maar nu heb ik het... Ja, nu heb ik het al opgefokt. En nu? Nu moet ik die ene niet meer in. Schieten. Maar nu kan ik toch... Ik heb het nu al fout gedaan. Het gaat gewoon wie de laatste erin pompt, volgens mij. Oké. Ja, hoe ga ik dat doen? Dat kan helemaal niet. Jawel, je kan het toch bonzen? Ja, zo. En dan ja, helemaal naar die kant en dan heel zachtjes. Ja, zo ja. En dan heel zachtjes. Oké, en dan... Heel zachtjes. Oh, what the fuck? Dit gaat heel hard. Dit gaat echt super hard. Echt? Ja, het is echt niet gevoelig of zo. Nee, niet maar nu invallen. Gaat hij... Ah, wat een kloot, sorry. Fout. Dan mag jij weer. En nu? Ik ben de chat vol bij Star. Is niet geïntimideerd. Nu sorry, moet ik die 4. Die 4 moet erin en dan moet ik dat gewoon... die bal gewoon hier neerleggen, denk ik. Kan ik de 9 via een andere bal potten, dan win je ook. Oh, sick. Ik heb hem niet zo heel tactisch neergelegd. Ja, inderdaad. Maar zo is goed. Zoiets. Pomp hem! En dan... Tikkie. Gewoon klein tikkie. Ah, shit. Shit. Zeg je nou Team Monkel, Jul? Weet je dit zeker? Ja, nu ligt hij... Voor Monkel ligt hij veel beter. Wow. Dat is jammer. Dat is jammer, inderdaad. Dat is jammer. Kan ik hem zo erin nieten? Jawel, als je gewoon maar hard genoeg pompt, dan gaat het helemaal goed komen. Pomp hem erin. Ik wil je trouwens wel aan herinneren dat ik op matchpoint sta. Hoppa. Dus, die 5 ligt er ook wel lekker voor. Ja, dat heb ik gedaan. Je moet IRL wel echt hard slaan, wil je die bal 3 keer in weer de laatste tijd. Het spel spelen met Saars met gevaar voor je eigen leven. En Saar zo iemand die echt zo die stok naar achter trekt zonder eerst naar achter te kijken of iemand naar achter staat. En dan zo die ik ben met Bode iemand die dan gewoon die bal naar achter gooit. Ja. Er is helemaal niemand voor Saar, Esmee. Te laat loslaten en dan zo die bowlingbal dak in. Ik heb iedereen teleurgesteld, Esmee. Daarom is niemand meer voor mij. Je moet hem veel schuiler erin. Je moet hem aan de rechterkant raken. Oh, ik moet? Ja, ik dacht dat jij was. Nee, je hebt toch een bal erin? Dat mag je... Hoe ga ik dit doen? Helemaal dat rechts, kan niet. Tikken. Helemaal recht. Helemaal rechts. Helemaal rechts. Helemaal rechts. Maximaal rechts. Maximaal rechts. Dit gaat goed. Yes. Zo. Ja. Ja. Iets verder. Ja. Nee. Oh. Zo is goed. Zo, ja. Oké, en dan... Oh, wacht! Ik deed per ongeluk. Doe je dat?
Nou, wat een gekut. Ja, zo. Zo, ja. Ja, ja, you got this. En nu een klein tikje. Kijk, dit was best netjes. Waarom geef je nog tips, joh? Ik geef zoveel tips en ik sta nog zo hard voor. Helemaal niet. Het staat 8-4! 8-3 zelfs. Nee, helemaal niet. 8-4, toch? Nee, 8-3. Oh, ik ben weer. Nu moet die 6 erin. Oh, wacht. Ik zag... Oh, dit is zo goed. Pompen. Zo. Zeker. Okay. Dan een beetje hard. Nee, het is... Oh. Shit. Zo, je legt hem wel echt perfect klaar voor mij. Dankjewel, joh. Oh, ik ben weer. Waarom ben ik... Nee, je bent een maan. Niet... Oh, denk al. Hey, Jimmy. Team Saar. Dankjewel, Jimmy. Zit ze weer zichzelf te promoten in de chat, hoor, Joel. Met je team Joel. Oh, wat? Wat een gekut, joh. Kijk, George is gewoon team Monko, joh. Nu wordt het spannend. Wie gaat die laatste bal erin pompen? Of zal het gaat ik alleen gewoon... maar om de laatste. Kijk, jij mag ze allemaal inschieten, maar mij mag een kut uit. Ja, maar waarom doe jij het dan niet? Huh? Oké, zo. En dan... Shit. Tom Chesso, dankjewel voor die €6,90. Nah, heb je die Nico is een meespotter. Dat slaat echt weer op kaas. Wacht, wat werd daar gezegd? Team Mongo is een e-sporter. Dankjewel voor die €6,90, Torrentesto. Team Mongo is e-sporter. Wanneer Mancala? Dat hebben we al gedaan, jongens. We ja, die mogen niet meer. Die mogen niet. Mogen ieder spel maar 2 keer. Netjes. Maar krijg je hier nou punten voor die ballen die je inliet? Nee, je moet gewoon ze op de... Onder, zeg maar, op volg, je moet zeg maar elke keer de laagste draken en erin pompen. Ja. En dan moet je uiteindelijk moet je de nummer 9 erin jieten. Degene die nummer 9 erin jiet, die heeft gewonnen. Ja, dat ben ik. Maar waarom doen we die andere 8 dan? Ja, omdat je die eerst moet doen. Ja, maar dat telt dan allemaal niet. Nope. Okay. Ben je er ready voor? Ja. Op 9. Dit is hem. Doei. Ja, dit is zo lullig, dit. Ja, maar jij hebt gewoon vies veel geluk. Jij hebt echt zo vies veel geluk. Het is echt niet meer leuk. 9-3. Jongens, gooi even wat subjes erin. Ik heb die subpoint nodig. Het is 8-4, hoor. Dit is echt... Hé, gast, het is 8-4. Je zegt met je 9-3. 9-4 is het. Het is 8-4, gast. Nee, want ik had die blackjack gewonnen. Van jou. 8-4. Oh, het staat pannenkoek. Zwart op wit. Chat, welke pannenkoek zullen we bestellen, jongens? Gast, het staat 8-4 volgens dat ding. Saarception. Ja, die blackjack, heb jij niet gewonnen? Dat was gelijk spel. Anders had je die punt gehad. Jij was derde. Wie was je hebt geen punt daarvoor gehad, gozer. Het staat 8-4. Dit is niet normaal. Dit is niet normaal. Oh, ik ga naar het café. Guys, eerlijk, als de game zegt 8-4, is het 8-4, right? Is het niet ineens 9-4? Oh, joh, Torrentios doet 20 subkicks bij mij! Wat? Oh, wat op stoel, kut, kut. Ik vind wel, als de game aangeeft dat je niet hebt gewonnen, dat het niet ineens 9-4 is. Ja, ik heb 20 subkicks en ik val op mijn stoel, kut, ik zit helemaal vast. Deze man. Oh, what the fuck. Ik ben op mijn stoel gezakt weer. Oh. Oh, kut. Oh, ik ben 9-4 en de subs, ja. Maar ik vind niet, dat als de game aangeeft dat je het punt niet hebt. Dit is niet normaal. Ja, ik hoor je bijna niet meer. Dankjewel. Ja, je zit hier. Ik heb weer 100 subs. Ik heb er weer 100. Dat is lang geleden. Char. Monko wordt rijk, inderdaad. Ik hoor je gewoon niet meer. Char. Nee hoor, ja, ik ben er nog. Oké. Okay. Je gilt waarschijnlijk zelf zo hard dat je mij niet meer hoort. Nee, ik heb 25 subgifts. Ja, dat is wel... Het is je gegund. Het is je zeker gegund. Ja. Monko gaat nu na de stream even zeggen... Ik ga een videogame doen voor de lol.
Ja, ik, vind, ik blijf erbij dat die blackjack heb je niet gewonnen. Ja, gaan we dat echt zo doen? Oké, okay, dan gaan we gewoon nog één potje doen. Maar dankjewel, Trent, dus dankjewel. Ja, de game, als de game zou aangeven dat je die hebt. Wow, Kenji, dankjewel voor die 10 subs. Ik ben echt, ik kreeg een subje en toen viel ik op een subway. Oh, jij krijgt een overdienst. Dankjewel, Kenji. Ja, dat is niet normaal. Dat heb ik ook verdiend, hoor. Je hebt ook mijn... gespeeld, hoor, vind ik, hoor. Dus, mijn dank is groot, Kenji. Voilà. Ja, Blackjack is eerlijk gewonnen, maar de game geeft het niet aan. Dat vind ik ja, wel een puntje. Dat is wel waar, ja. Hij heeft, ja. In de game heeft hij nog niet gewonnen. Torrentio is echt een helft ook, joh. En iedereen is ook Team Torrentio nu ook zo in de chat. Ik wil nu wat klippen dat boven in de stoel viel. Hij echt tegen hard op mijn bek. Kenji heeft VIP, Mike. Hm? Nee, ik zei iets in de chat. Dat zijn veel subs, zeker. Ik ben een trouwe kijker van Saar, dankjewel Jimmy. Gaan we nog één potje doen? Wil je nog een keer spelen dan? Even denken. Huh? Potje... Niet allemaal jongens, voor al die subs. We hebben weer 100 subs. We hebben echt lang geleden ook gewoon dat ik dat gehad heb en alles joh. Potje boksen? Nou, dat, oh, dat zit er wel in, maar... Real life wel even een keer. Dat is een beetje te warm. Zal ik even in elkaar gieten? Zal ik even nog winnen met tennis dan? Nee, we gaan niet nog een keer tennis doen, toch? Oh, jammer. We kunnen domino doen. Dat kan wel. Domino. Domino. Let's go. Echt, het is echt een geluid ook. Iedereen wil tanken eigenlijk. Ik dacht dat je ze alleen maar op een rijtje kon zetten. En Dark is wel leuk. Wat? Ik heb nog een keer 20 subjes. Zo. Nou, je hebt ook de subs gewonnen. Dit is niet normaal. Dat is echt bizar. Wat? Dit heb ik oprecht nog nooit meegemaakt. Ik weet alleen niet meer hoe dit allemaal werkt, hoor. Kijk, die man die gaat zo... Die is zo blij. Ik kom er gewoon niet meer tussen, guys. Ja, maar ik ben helemaal... Ik heb dit nooit meegemaakt. En Lola leidde er ook weer 5. Nah. Wat gebeurt hier? Ik heb... Oké, Saar, ik betaal de pannenkoek, dat beloof ik bij deze. Ondanks dat ik gewonnen heb. Wat gebeurt ja, de winnaar die hoeft niet de pannenkoek te betalen natuurlijk. Belofte is belofte. Ja, dat is waar. Jij zegt niks meer op deze stream. Ik weet niet wat er allemaal gebeurt, maar ik heb het gast, kies een domino steen. Oké, we gaan domino spelen. Wat moet ik doen? Oké. Zo'n doetje. Ik krijg nog meer, joh. Gebeurt allemaal, joh. Ik weet niet wat er allemaal gebeurt. Ik heb 129 subpoints en ik had er echt 60 of zo toen ik begon aan het nice. Stream. Dat is je zeer gegund. Ik weet niet even wat kijken. Ik, heb het, ik weet alleen niet wat ik... Ik ben een beetje spraakloos, maar ik maak dit niet zo vaak mee. Het spijt snap me daarvoor. Wat moet ik doen? Ja, hetzelfde getal er tegenaan zetten, net als met trio ominos. Ik ben echt warm, joh. Ja, dat heb snap een dubbel scherm, dan kun je afkijken. Oh ja. Marlon, dankjewel voor je follow. Ik vind het echt niet normaal. Ik vind het wel echt bizar allemaal. Het is ook bizar. What the fuck? Wat gebeurt er allemaal? Jij bent aan de beurt. Oh, hier krijg ik 15 punten van. Maar wanneer krijg je punten dan? Ik snap niet helemaal hoe ik punten krijg. Ik doe maar wat. Ik weet het ook niet. Hij is klaar. Ronde 2? Oh. Maar waarom is hij met 10 dan? Ga je die steentjes ook omgooien? Ja. Jens, maar echt. Ja. Het spel wil ik vroeg af en toe. Het muziekje houdt mij niet op ook gewoon. Ja, als je zoveel suppies achter elkaar... Ja, dat snap ik ook niet zo goed. Hoe is het? Krijg je ja, ik heb geen idee. Ik snap het niet. Ik snap niet hoe dit werkt. Ik snap het ook niet helemaal, maar ik wil wel winnen. Hoppa! Ik snap echt. Je hebt gewoon. Hoezo heb je 40 punten, joh?
Nice one. Oh, als je de blokjes goed krijgt, nice one. Niet half. Zeer nou, nice. Ik weet niet hoe dit werkt, joh. Ja, 5-8. 5-8, ja, hè? Ja, het is goed met je. Ja, gast, die blackjack heb je niet gewonnen. Tenminste, tweede. Ik moest toch tegen jou spelen? Ja, maar de rest deed toch ook mee? Oh, oké, dat is waar. We waren toch met z'n vieren? Het houdt niet op. Doe je mee om te verliezen? Ik heb nog niet verloren, vind ik, eigenlijk. Oké, dat is ook alweer. Ga gewoon eerlijk. Waar gaan we niet horen, die money komt? Dit is zeer nice. Jij hebt verloren. Dus jij mag kiezen. Ja, ik mag kiezen. Ja, ik kies schaken. Nee, geen schaken. Nee, dat mag niet. Dat telt niet mee. Dat had afgesproken. Even kijken waar ik ben ook gewoon met mijn subs. Hoe vaak dat muziek nog moet horen. Weird flags, Monkel. Ik ben echt nog lang niet. Weird flags. Oké, okay, ik ga een game kiezen als je geen game kiest. Vind je dat goed, jongens? Ja, maar ik hoor er mee voor spek en bonen. Ik druk allemaal knoppen in, jongens. Wat doe ik nou? Is niet normaal. Ik krijg ook allemaal volgers er opeens bij. Lekker bezig, Monkel. Huh? Ik ben echt zo'n slechte streamer ook. Oké, curling. Laten we doen. Curling. Lowland, dankjewel. Lowland Lions, dankjewel voor die sub. Dat is de manager, Philip. Dankjewel. Shout out to Philip. Ja, ik hou echt zo van Philip. Philip is echt zo'n droomgozer, joh. Philip. Echt, ja. Ik hoop echt dat Philip echt gewoon de rest van mijn leven blijft ook gewoon. Maar zullen we curling doen, potje ook? Oké, is goed. Ik heb curling. Echt het zweet in mijn bil na staan. Het is echt niet normaal. En thanks voor die followers allemaal. De Gayman, Blij Eitje, Mitchell Oz, Tobias, Zappenbuck, Lucas, Krijnlife, Vince, Bami. Team Monkel blijft toch ook lullen als een gek. Team Monkel. Hey jongens, ik ga gewoon nog winnen. Nee, maar niet hoor. Ik ga echt nog winnen, believe me. Helemaal niet. 9-4, domination. Curling. Wat is dit nou weer ineens, joh? Richt op het midden. Hmm. Oké. Okay. Hallo. Zo. Wow. Was jij dat? Nee, dat was jij. Maar ik heb helemaal niet geschoten. Je schoot wel. Echt niet. Wacht, wat gebeurt hier? Ik deed helemaal niks. Nee, ik deed ook niks. Laat hem maar praten als jij maar blijft lachen. Oh, ik zie het al. Wat is ook weer de bedoeling? Ik moet hem in het cirkeltje krijgen, right? Of zo? Ja. Ik zie echt niet wat ik aan doen. Ja, ik raak dat ding aan en er gebeurt van alles. Oh, hallo? Ik snap er echt geen reet van. Hoppa! Maar hij schiet meteen. Ja, ik snap ook niet echt hoe het werkt. Nou. Oh, dat is ziek. Oeh. Dat is een zieke move. Oeh. Oh, heel jammer dit. Dankjewel allemaal voor die subs en alles wat erbij komt kijken. Het is niet normaal, jongens. Oh, dit sloeg echt helemaal nergens op. Echt. Team Saar verliest voor vandaag. Helemaal niet, jongens. Team Saar is gewoon goed. Mag ik een hashtag Team Saar in de chat? Ik ga dit gewoon nog winnen. Wacht maar. Wat doe ik? Nog drie. Als die daadwerkelijk op 9 staat, dan geef ik me verloren. Is dat goed, jongens? Ja. Is goed met je. Oké, dit gaat niet goed. Nog twee. Ik moet sowieso die er even afjieten. Oh my god, dat doe ik. Waarom doe je dat? Waarom deed je dat? Ja, dat weet ik toch ook niet. Ik ging per ongeluk. Oh, nou dit was ook niet echt... Nog één. Oh, nee, nou die... Ik heb wel het idee dat ik dichterbij lig. Wat denk jij? Sst. Huh? Ja, 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 ja. Waarom schoot hij naar die kant? Ja, ja, ja. Nee, maar dat vind ik echt zo makkelijk. We moeten in het midden schieten. Kijk waar die dingen liggen. Echt overal, behalve in die cirkel. Ik wilde die van jou wegschieten. Zo... Maar hij schoot naar de andere kant. Saar L in de chat. Saar veel in de chat, alsjeblieft. Spammen maar. Jongens, kan ik mijn Twitch kanaal verwijderen? Of... Ja. Dit is zo goed, hè. Dankjewel. Die heb ik gewoon eerlijk gewonnen. Ja, je hebt eerlijk gewonnen. Oh, doet pijn. 9-5.
Oh, shit. Ja. Maar jullie hebben screenshot clippies. Oh, man. Dit is shit, zo guys. Goed. Shit, dit doet echt pijn. Dit doet echt pijn, gewoon. Ik ga Shelly erin taggen nog even van... Hey, nee, opbokken. Ik ga iedereen taggen die ik ken ook. Mijn moeder. Ga je ook iedereen bedanken? Ja. Nou ja, sowieso. Mag ik daar, krijg ik nog een momentje voor ook? Of, Ja, ja. Van mij mag je. Echt? Ja, ja. Neem je tijd. Ik ga ook even in full game mode. Oh, dit is echt zo goed, hè. Dit is niet normaal. Graag gedaan. Saar, ik ben teleurgesteld in je. Oh, dit Tobias. Is zo chill. Unchanged. Dankjewel voor die 5 euro. Even kijken wat Ruben erbij zegt. Als je had gewonnen, dan had ik van het bedrag de 0,2 plaatsen naar rechts verplaatst. Ik houd nog wel van je, hoor. Kus. Oh, je houdt nog wel van me. Dankjewel, Unchanged, voor die 5 euro. Super lief dit. Jij bent de echte winnaar. We zijn trots op je. Dat is echt nice. Och, man. Dankjewel, lief Brian. Je hebt ons nog goed gedaan. Nou, we hebben 5 punten, right? Het is niet zo we hem afgemaakt zijn. 5 punten is gewoon goed, daar ga ik gewoon eerlijk over zijn. Ik had daar verwacht dat je er precies bij me opgeteld 0 zou halen. Dus, wat is dit nou weer voor bullshit? Ik ben gewoon 51 Worldwide Games e-sporter. Ja, je zei wel dat je punten ging halen met 4 per rij. Ja, dat is wel echt... Dat is dat ging in het begin? Dat is echt de teleurstelling van de avond. Ja, dat had het verschil gemaakt, want dan als je die had gewonnen was het nu 7-7 geweest. Heel naar. Heel, heel erg naar. 50 subs is 59. Maar ja, jongens, Monkel is een e-sporter. Hij zit ook in een e-sport team. Ik had niet anders verwacht, weet je. Kijk, ik heb andere talenten. Ik weet niet wat, maar... Vaker deze droomcontent. Ik hoop dat jullie het leuk vonden alsnog. Ik heb even zo'n vraagje ingediend. Wat vind je het leukst aan mij? Ja, dat is een goedkope variant van het compliment. Het punt is, dan moet er wel iets leuk aan je zijn, weet je. Om het leukste te vinden. Ja, dat is wel, daar heb je wel gelijk in eigenlijk. Ja, eigenlijk is alles gewoon even leuk. Dus dan is gewoon alles is het antwoord, denk ik. Oh, die of niks. Team Saar verliest alweer. Ja, dit doet echt pijn. Ik moet toch iets gaan kiezen waar ik daadwerkelijk wel goed in ben. Volgende keer tegen iemand anders. Ja, zodat we onze kans vergroten, Bill. Is dat wat je bedoelt? Wat? Sam zegt, Saar heeft meer subs, volgers en kijkers, though. Dat is waar, Sam. Dat is waar. Dat is 100% waar. Maar dat vind ik je ook echt van harte. En dat is terecht ook. Ik vind het gewoon terecht ook. Nou, ik vind het niet per se terecht. Ik vind dat jij het ook heel leuk doet. Dat is mijn complimentje. Voor die... Heel leuk. Voor die zonder 15.000 punten. Vind je ook wel oké? Ja, hallo, deze... ik voel me een loser nu. Ik ga niet te aardig doen. Nee, dat is wel waar, ja. Maar heb je al verzonnen welke, of er gewoon een game is die we de volgende keer kunnen doen? Misschien Fall Guys? Ja, dat is wel een goeie. Die heb ik nog niet geoefend trouwens. Ik heb hem wel gekocht al, maar ik heb hem niet gespeeld. Dat is oprecht wel leuk. Ik ben helemaal niet aan de praat van de Xbox. Ik ben helemaal gek. Oh, dat is niet crossplay trouwens, maar... Nee, maar ik zit maar op een gewoon... PC, hè? Je kan gewoon... Ja, ik speel PS4. Oh. Maar je kan wel gewoon wie de meeste potjes wint of zo. Zoiets. Oh, ja, dat vind ik echt lekker voor jou overnachten. Nee, maar als in wie het telkens het verste komt of zo, zoiets. En dat je dan een punt krijgt. Ja, we kunnen ook Mario Kart nog een keer proberen. Nou, nee, ik pas. Ja, of we kunnen een keer een hele Nintendo Battle doen. Met welke games? Ja, maar ja, dat, ja, maar ja. Ja, ik Mario Kart, Smash. Het zijn allemaal games waar je heel goed in bent. We kunnen wel een keer Mario Party doen. Waar ben jij goed in dan? Chat. Wordt vervolgd. Gooi zijn fiets op. Sims. CSGO. Sims, Mario Party. Nou, Mario Party ben ik echt wel goed in, hoor. Ja, dat heb ik niet. Maar ik ga, hoe heet het, niet over Swizzler zegt, ze is gewoon wel gezellig. Dat is al. Ja, dat zijn ook de meningen. Je bent goed in je bent goed in jezelf zijn en streamen. Dankjewel, Brian. Galgje. Auw. Haren verven. Op zich, doe ik ook niet zelf. Nee. Streamen.
In drink. Ja, ik ben. Nou, ik heb jou daar ook niet in verslagen. Derde, het was op zich wel goed. Ja, ik schaam me niet voor mijn score in de zwakste streamer. Ja, ik weet niet. Ik weet niet zo goed. Maar dan kunnen we in de toekomst even. Kunnen we altijd later doen. Jij bent goed in lang niet douchen. Gewoon echt een koek op. Nou, als het een eat battle is, dan win ik. Ja, eerlijk, ik heb dus bij Monkel sushi gegeten. En Monkel was echt best wel snel gewoon uitgegeten. Ik heb die hele box in mijn eentje weg zitten nassen. Het hield dus niet als op. Het een We hebben daar 4 uur gezeten en je hebt gewoon in 1 stuk door blijven eten. Stop. Nee, ik zat gewoon lekker met jou te kletsen en ik bleef maar doornassen en ik denk, die gast die eet gewoon niks meer. Ja, dus als het een food challenge is... Ik zat zo vol, dat was echt niet eens meer normaal. Dan win ik waarschijnlijk wel. Pannenkoekenhof. Een pannenkoekenboot eet battle. Zo. Op zich. Dat is vrij heftig. Ja. Ligt eraan wat voor pannenkoek. Als het naturel pannenkoeken zijn, oké. Maar boerenpannenkoeken... Ja. Ik pas. Ze zijn wel echt lekker hoor. Ik heb al heel lang geen pannenkoek gegeten. Eerlijk, pannenkoek is avondeten, toch? Ik vind van wel. Hoeft niet per se een hartige pannenkoek te zijn om avondeten te zijn, op zich. Nee, gewoon met stroop. Of zo. Hey, ik ga even kijken wie ik kan raiden. Want ik heb verloren. Raiden? Ja, dat is misschien wel leuk. Okay. Even kijken. Wie zijn er allemaal live? Jij mag kiezen, zullen we dat afspreken? Ja, dat is goed. Zullen we naar... Even kijken... Sebas gaan, want die is jarig vandaag. Oh, Sebas die Kimi. Ja, die is jarig vandaag. Maar ik haat hem wel, want hij heeft mij verslagen in... de zwakste streamer in de finale. Nee, ja, nee, dat is top. Laten we dat doen. Jongens. Ja, hij is Twitch Sings ook aan het doen. Ja, dat is gewoon een feestje. Laten we daarvoor gaan. Laten we er met z'n allen in gaan, jongens. Jongens, laten we afspreken dat we monkendepjes doen. Ja, monkendepjes, saardeps. We hebben allemaal subs nu, want iedereen heeft 1 miljard subs gekregen volgens mij. Dus jullie kunnen allemaal depjes doen? Ja, dat is goed. Oké. Ik zie jullie morgen weer met een origami stream. Ik ga samen met Rens origami vouwen. Oh, dat is nice. Wacht, ik zal mezelf even muten. Anders dan praat ik door doe jou. Ik ook, ik mute mezelf. Ja. Doei. Doei. Zo. Kan ik nog heel even kletsen? Morgen ben ik met Rens live in de avond. Dan gaan we origami's vouwen en Mario Kart spelen. Dus ik hoop dat jullie er dan weer gezellig bij zijn. Vanaf 8:30 denk ik zo ongeveer. Ik vond het hartstikke leuk. We hebben wel verloren, maar ik vond het wel heel erg gezellig. We gaan nu naar Sebas. Hij is jarig. Drop een korreldepje of een monkendepje in de chat. Zou ik heel erg leuk vinden. En vergeet geen volgje bij hem te droppen. En dan zeg ik voor nu, aju paraplu. De volgende keer gaan we winnen, jongens. De volgende keer gaan we winnen. Oh, kut. Kut. Ik deed verkeerde raid. Ik maak een spelfout. Wacht. Ik schreef Sebab. Sebab. Sebab kebab. Nou, heb ik weer een typo erin. Ik ben veel later dan Monkel. En feliciteren, guys.